The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh ah, -huh. ik zit hier al jaren zonder. Als het ergens over moet gaan, zijn the, the beste Not the zee rivers op een Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom bij de AA. Heeft het coronavirus en de coronacrisis de wereld voorgoed in negatieve zin veranderd of kan deze crisis de veerkracht van onze economie en samenleving versterken? Onze gast vandaag doseert economie aan de Universiteit Gent en is senior fellow bij het Itin Itinera Institute. <laughs> Daar moest ik even uitzoeken of dat die Itinera of Itinera was door het instituut. Maar uiteraard is dat Itinera, wat voor nonsens is dat allemaal? Hij is auteur van negen boeken, onder andere Oeconomia. Energie, trilemma en het gewicht van vlees. En adviseert nationale en internationale organisaties. Zijn nieuwste boek heet Corona-shock, lessen voor de toekomst. En welke lessen dat zijn, horen we zo dadelijk van professor Dr. Johan Albrecht. Welkom. Dank u. Welkom. We hebben hem, we hebben hem deze week gelezen, dus, uh, dus het zit allemaal nog een beetje vers in het geheugen. De eerste vraag die ik eigenlijk wou stellen is, um, de, de, de dingen die hierin staan... Zijn zo recent dat het lijkt alsof je het boek in een week tijd geschreven hebt. Hoe lang heeft dat geduurd? Uh, de eerste versie, daar heb ik uh, denk ik drie weken aan gewerkt. Ja. De eerste versie, maar dan moet je natuurlijk in detail herwerken. Dan gaat dat naar de uitgever, komt dat terug, vragen, opmerkingen, fouten corrigeren. Dus in totaliteit, denk ik, heb ik er ongeveer zes weken aan gewerkt. Maar natuurlijk, ik kom putten uit expertise over een paar zaken die ik al, al veel langer had, natuurlijk. Hè. Uh -huh. En dus zonder die. Achtergrond was het denk ik helemaal niet mogelijk om dat te kunnen schrijven op die periode. En natuurlijk in de lockdown had ik eigenlijk veel meer tijd dan voordien. En mm. is het daardoor toch wel uh, gelukt op, op een paar weken tijd bij wijze van spreken. Ja, want Er staan nog dingen in dat ik denk, maar dat is vorige week gebeurd. Allee, zo voelde dat al, ah, ja, alsof ja, ja. Dat jij net zo kon zeggen van voilà. Dus, dus ja, ik, uh, ik, ik moet wel zeggen, een van de meest opmerkelijke dingen dat ik daar al direct in las, was het idee dat heel die, uh, heel die, die pandemie waar we eh, nu mee leven en eh, een paar weken geleden voor het eerst echt zwaar mee geconfronteerd werden, met een paar maanden geleden of begin van het jaar, dat dat geen zwarte zwaan was, zoals dat je zei. Het was niet iets... Dat niemand had zien aankomen. Alleen lijkt het wel alsof dat het wel zo is. Waarom, waarom is er zo'n enorme afstand geweest tussen de dingen die mensen al wisten en veel experts die er al voor gewaarschuwd hadden, en dat, er toch, dat het toch leek alsof dat het aan een donderslag aan heldere hemel was toen het ervan kwam? Ja, dat is een uh, fascinerende observatie. Hè? Mm. Laat me gewoon één voorbeeld geven. Je had in 2019 in de VS een zeer belangrijke pandemieoefening. Waaraan in elf staten is meegewerkt door allerhande instanties, hè, waar heel veel ziekenhuizen zijn bij betrokken geweest, noem maar op. En de conclusie was dat de VS die zich in enkel opzicht voorbereid mocht echt een pandemie uitbreken in de VS. En in die oefening was het scenario dat een paar toeristen gaan naar China, doen daar een excursie op het platteland, pikken daar een of ander virus op. En dan gaan die in de VS naar een groot evenement en verspreiden zo eigenlijk het virus mm -hmm. binnen de Amerikaanse bevolking. Dus dat soort oefeningen wordt courant gedaan, ook op internationaal niveau binnen de WHO, maar ook binnen World Economic Forum. Je hebt ook binnen de Europese Commissie werkgroepen er eigenlijk over. Dus we zijn er al, alleen we, de gemeenschap is er al zeer lang mee bezig eigenlijk. Natuurlijk, de, de echt laatste pandemie bedreiging is al een tijdje geleden. Dat was in 2009-2010. Toen de Mexicaanse varkensgriep is uitgebroken. En dat heeft Europa amper bereikt. En we zijn dat ook in Europa een beetje gaan volgen. Maar we zijn dat vlug vergeten eigenlijk. Maar niet in de VS. Er zijn toen in de VS 12.500 mensen overleden. Weliswaar op één jaar tijd. Niet op, op twee weken tijd, maar op mm -hmm. één jaar tijd. En dat heeft nooit echt geleid tot een soort crisis. in het Amerikaanse systeem van gezondheidszorg. Want ja, 12.500 mensen op één jaar tijd. Dus, een vrij ruim systeem natuurlijk, dat kan je wel op een of andere manier opvangen. Maar dus, zeker de Amerikanen zijn vrij intensief bezig geweest met pandemieplannen te maken, pandemiestrategieën te ontwikkelen. Ze zijn ook actief geweest in Afrika bij de ebola-uitbraken. En je hebt ook een soort instituut dat kijkt naar de kwaliteit van uw systeem van gezondheidszorg. Dat ook kijkt naar uw voorbereidingsstrategieën op zaken zoals externe rampen, pandemieën. En daarin is altijd de VS nummer één. Mm. Dus eigenlijk het best voorbereide land ter wereld. En dan stel je vast, dan breekt die pandemie effectief uit. Dan kunnen ze niet eens testen. Kunnen ze niet beginnen te testen, bij wijze van spreken. Dus een groot verschil tussen theoretische voorbereiding en echt reactie op het moment zelf. Hè. Mm. Maar dus in Europa was dat niet echt zo, zo prangend, die Mexicaanse varkensgriep. Wat er natuurlijk ook wel ja, gehoord van SARS in 2003-2004. Dat is ook al lang geleden. En eigenlijk hebben we twee keer de boodschap gehad: SARS, dat was Azië. Mm. Mexicaanse varkensgriep, wel, Mexico en de VS. En Europa is eigenlijk altijd een klein beetje gespaard geweest. Een paar geïsoleerde gevallen, maar geen echt uh, ja, dra dramatische scenario's zijn zich nooit eigenlijk, uh, hebben zich nooit voorgedaan in Europa eigenlijk. Hè. En ik denk dat we daardoor een klein beetje te vlug ervan uitgaan dat er zijn natuurlijk altijd pandemie-risico's zijn, maar eigenlijk Europa wordt Europa meestal gespaard op een of andere manier. Mm. En dat blijkt zeer naïef te zijn, want natuurlijk, de vliegtuigen vliegen elke dag tussen alle continenten. Wuhan heeft een belangrijke luchthaven met rechtstreekse verbindingen naar heel wat andere hotspots, eigenlijk, zeg maar. Of, of, of draaipunten mm. in de luchtvaart. En vandaag weten we dat natuurlijk, ja, uh, we weten bijvoorbeeld vandaag dat het virus was al in Frankrijk in de maand december. Ja. Maar ja, we wisten natuurlijk nee. dat toen niet, maar nu wel eigenlijk. Nee. Dus het gaat zeer snel door onder andere natuurlijk die connectie via, via luchtvaart. Uh, ben je altijd kwetsbaar, altijd eigenlijk. Maar dat idee is een klein beetje. Uh, te lang genegeerd geweest. Want wat, wat, is, wat maakt eigenlijk het, het coronavirus zo'n gigantische gamechanger? Want je hebt ze net allemaal opgenoemd, hè? Ebola, de Mexicaanse griep, je hoort over al die SARS, hè? dat was ook iets dat, dat tot bij ons kwam. Je zag beelden van Aziatische mensen met mondmaskers op en dat dat daar best hevig was. En toch geraakt dat totaal niet bij ons en dit ging enorm snel, hè. Ja. Wat zijn eigenlijk de grote verschillen daartussen? Waarom is dit zo? Is dat gewoon veel besmettelijker? Of verspreidt ja. zich dat veel sneller of gemakkelijker? Of wat is, wat is de reden waarom dat, dat in een kortste, in een mum van tijd, zat dat over heel de wereld? Terwijl al de rest konden we zo naïef blijven denken: God, dat zit kinder. Geen last van hier. Ja, dan moet u eigenlijk vragen aan de virologen. Die kunnen daar denk ik een zeer goed antwoord op geven. Het is gewoon weg. Dit virus is gewoon weg is meer besmettelijk dan natuurlijk uh, Ebola. Gelukkig mm -hmm. maar. Zeg maar. Allee, ja. Ik bedoel, Ebola is uh, als je daarmee besmet raakt is je kans op overlijden is denk ik uh, 50 hè? Ja. Dus dit virus is eigenlijk uh, zeer besmettelijk, maar is uh, niet zo fataal in vergelijking tot Ebola. Maar natuurlijk, wat wij ondervinden is gewoonweg dat die uh, internationale connectiviteit, die neemt alsmaar toe. Hè. We hebben gewoonweg de afgelopen twintig jaar veel meer luchtvaartactiviteit gehad. Dus onze exposure, zo gezegd, uh, wordt ook groter in die tijd. Hè. Mm. En dus wat we, wat we ook tegenover twintig jaar tijd moeten erkennen is dat uh, bijvoorbeeld mensen uit Azië komen veel meer op vakantie in Europa. Dat is significant toegenomen. Dus ja, daar kan altijd iets mee komen natuurlijk. Hè. Dus onze kwetsbaarheid is denk ik ook wel verhoogd jaar na jaar door meer toerisme, door meer zakelijke activiteiten en noem maar op. Mm -hmm. En wat zou. Um, want ik, ik, in uw boek praten we vaak over ja, ten eerste het milieuaspect van heel veel vliegen. En um, ook over het feit dat, dat het lange, lange reizen dat dat hetgeen is dat misschien wel de meerwaarde is voor, voor vliegtuigmaatschappijen, maar, maar kortere reizen eh, niet. Um, moeten we significant gaan veranderen hoe dat we reizen in de toekomst? Is dat toch iets dat je dat je vindt dat we op een bepaalde manier meer moeten gaan inperken? Wel, we hebben natuurlijk nog altijd de ambitie om tegen 2050 min of meer klimaatneutraal te zijn in Europa. Dat is een zeer belangrijke ambitie om echt die klimaatdreiging uh, te kunnen opvangen. En dat betekent onder andere dat wie vandaag uh, een nieuwbouwwoning zou willen bouwen, die moet klimaatneutraal bouwen. Mm. En, maar tegelijkertijd in een paar andere sectoren is die druk om minder CO2 te emitteren minder aanwezig. Denk onder andere aan de internationale luchtvaart. Dat komt door een paar internationale akkoorden die ertoe leiden dat er geen belastingen zijn op, op kerosine en noem maar op. Ook is het zo dat natuurlijk in, in het verleden zijn een paar landen zwaar gaan investeren in het ontwikkelen van nieuwe luchthavens om nieuwe activiteiten te kunnen aantrekken. En je hebt natuurlijk ook de opkomst van de... Lage kostenmaatschappijen van de afgelopen twintig jaar, waardoor er natuurlijk vandaag vliegen bij wijze van spreken spotgoedkoop was voor het uitbreken van de coronacrisis. Mm -hmm. Op zich kunnen we daarmee leven eigenlijk, maar natuurlijk, als je vraagt dat vele sectoren klimaatinspanningen doen, kan het niet zo blijven duren dat de luchtvaart zeer weinig zou moeten doen. Mm -hmm. Dus moet je de vraag stellen: wat is een soort faire balans tussen transport met de trein, met het vliegtuig, met de auto, met, met, met de tram en noem maar op en zo? En uiteindelijk dan moeten we vaststellen dat de echte toegevoegde waarde van de luchtvaart zit natuurlijk in de lange afstandsvluchten. Dat kan je moeilijk gaan doen met, met de trein. Je kan moeilijk naar, naar Peking gaan. Met, je kan dat wel met de trein waarschijnlijk, maar dat gaat je wel uh, behoorlijk lang, lang kosten. <laughs> dus dat is niet realistisch. Hè. Dus eigenlijk, ik denk dat iedereen ermee akkoord kan gaan dat lange afstandsvliegen, ja, dat is eenmaal de kernbusiness van, van, van het vlieggebeuren. Maar tussen Brussel en Parijs kan je, je kan prima met de trein gaan. Je hebt ook vele tariefformules om te gaan met de trein. Je kan ook met de bus gaan of je kan met je eigen wagen gaan. Je hebt heel veel mogelijkheden. Het is dus niet zo belangrijk dat we ook veel vluchten hebben tussen Brussel en Parijs. En ook een paar luchtvaart-CEO's hebben ook al gezegd, we moeten eigenlijk stoppen met dat soort zaken te blijven aanbieden. Er zijn genoeg alternatieven, we moeten ons eigenlijk bezighouden met de, echt onze toegevoegde waarde, vooral denk ik lange afstandsvluchten. En dat is zeker een vast element dat, dat nu ook op tafel ligt bij vele onderhandelingen tussen landen die hun eigen luchtvaartmaatschappij moeten gaan ondersteunen. Anders gaan die spijtig genoeg failliet gaan. Mm -hmm. Want die hebben natuurlijk zware klappen gehad in de voorbije maanden. We ja. zien dat het, het luchtverkeer voor heel veel gevallen stil viel. Vakanties werden zeker niet aangeraden of zelfs verboden. Um, ja, je had wel een, een, een interessant ding dat je zei over het feit dat er, dat er, dat er een soort kan aangemaakt worden voor dat soort um, gelegenheden. He, dat, dat, ja. dat, dat, dat het ook altijd, de, het gebrek aan voorbereiding bij veel dingen viel nogal heel hard op. He. Dat, dat mensen niet voorbereid waren op, op, op de eventuele mogelijkheid van hetgeen dat er de voorbije maanden gebeurd is. Ja, ja dus we hebben al veel ervaring met pandemie-risico's, we hebben ook pandemie-draaiboeken waarin staat, wat moeten we nu doen als een pandemie-risico zich manifesteert? Daarin staan twee zaken op de eerste bladzijde. Ten eerste, als er een uitbraak is, je moet die zone proberen te isoleren. Je moet dan niet op vakantie gaan natuurlijk. In zo'n zone, dat is nogal elementair. Mm -hmm. Dat weten we. Het tweede punt is, je moet direct investeren in testcapaciteit. Nu, als we even inzoomen op het eerste punt, wat is er eigenlijk gebeurd? Het virus hebben we op televisie gezien in China. Hè. We zagen dat er daar een paar spectaculaire zaken aan het gebeuren waren. Lockdown vanaf 23 januari, waardoor 57 miljoen mensen in quarantaine moesten leven. En dat was echt vrij spectaculair. Hè. Tweede punt was, Wuhan bouwt een noodhospitaal voor, voor 10.000 bedden op twee weken tijd. Mm. Ook heel spectaculair. Kwam ook in onze media. En dan kan je twee conclusies uh, trekken, vind ik. Ofwel denk je, dit is een zeer ernstig virus, want anders doet men zoiets niet. Ofwel ja. denkt men, ja, die Chinezen die doen echt onverantwoorde, gekke dingen. Dit is echt uh, een buitensporige reactie op misschien een niet zo belangrijk probleem. Maar kom, we wisten dat er toch wel iets was om ons een klein beetje zorgen over te maken. Dan komt dat virus naar Italië, duikt op in vooral Noord-Italië. En dan zagen we ook vrij snel dat er een toestroom was van mensen met ernstige problemen in de Italiaanse ziekenhuizen. Werd ook direct gewaarschuwd door een paar Italiaanse artsen. Dat kijk, pas op Europa, er is iets zeer raar aan het gebeuren eigenlijk. Hè. Mm -hmm. Dan kwam de vraag: mogen we met de krokusvakantie naar Noord-Italië gaan? Het antwoord was ja, ga maar. <laughs> hè. Maar natuurlijk, ik begrijp dat wel, omdat als je zegt als minister: nee, dat mag niet. Heb je natuurlijk onmiddellijk veel economische schade veroorzaakt en krijg je onmiddellijk claims in de zin van, ja, maar ja, dan moet je hem al die kosten gaan vergoeden, hè, want wij mogen onze activiteiten niet meer voortzetten. En dus een, een beleidsverantwoordelijke durft dat niet zo uh, snel radicaal ingrijpen, want stel u voor dat achteraf blijkt dat virus was eigenlijk helemaal niet zo gevaarlijk Stel u voor dat je zegt van, gedaan met toerisme naar Noord-Italië en dan blijkt dat virus niet zo gevaarlijk te zijn. Dat word je afgemaakt in de media natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Want dat wou ik even, even zeggen. Dat de, 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 een van de geruchten dat bijna nog sneller verspreidde dan het virus zelf, was, was het, 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 het idee dat het maar om een griepje ging. Hè. Ik, bedoel, ik heb mezelf ook betrapt op die uitspraak, helemaal in het begin van ja, maar dat is gewoon een griep. Waarom zijn ze zo moeilijk aan toen? Dat is enorm snel rondgegaan. Dus ja. ook heel weinig mensen hadden ook het gevoel dat het zo ernstig was. Waar, ja. waar lag die discrepantie? Het is toch heel raar dat er zo weinig communicatie is als het daarover gaat. Er was eigenlijk wel veel communicatie. De Chinezen, hun wetenschappers, hebben onmiddellijk al wat ze wisten echt gepubliceerd. En dat circuleert in academische circuits. En eigenlijk de, de Belgische virologen, die wisten met één dag vertraging wat er gebeurt in China hoor. Mm -hmm. Maar natuurlijk, het is een nieuw virus. Dat betekent, je moet dat leren kennen en dat duurt vrij lang. En je kan niet vanaf de eerste week zeggen van het is extreem gevaarlijk, het is medium gevaarlijk, of of dus helemaal niet gevaarlijk, dat kan je echt niet, niet uitmaken. Maar, ik vind dat ook niet zo belangrijk eerlijk gezegd, omdat uh, als je ziet wat dan China doet als reactie, dat was zeer radicaal. Mm -hmm. hè? En dan, kort daarna, overlijdt die dokter die het virus had geïdentificeerd op zijn uh, 34 jaar, is die man gestorven mm -hmm. van het virus. Nu, ik ben ook dus geen uh, medische wetenschapper, maar hoeveel 34-jarigen sterven van een gewoon griepje. Waarschijnlijk mm. sterven er mensen aan een gewoon griepje. Maar dit was toch wel zeer uh, opvallend in mijn ogen. Althans, dat iemand die maar een paar maanden ermee in contact was geweest, die werd ook gevuld eigenlijk. Hè? En dus er is een zeer belangrijke discrepantie tussen uh, de realiteit van het virus en het concept uh, gewoon griepje. Dat, dat benader ik mm -hmm. eigenlijk ook in, in het boek. en <laughs> Het is nog altijd een soort raadsel voor mij van wat komt dat eigenlijk. Hè. Ja. Maar wat ik, wat ik wil zeggen is: dat, dat straks, hè, als dus beleidsmakers alles weten, dan moet je natuurlijk. Nee, ze kunnen nooit alles weten, want het blijft een nieuw virus. Maar ze zien wel, er gebeuren dingen in China. Italië wordt nu getroffen. Italië heeft ook direct, denk ik, nee, niet direct, maar na een zekere periode elf gemeenten in lockdown gezet, hè? wat we ook allemaal wisten. Dat doet men ook niet echt voor de grap, denk ik, zo'n zaak. Hè? Dus je ziet die zaken escaleren. En uiteindelijk, ja, als je dan vanuit het voorzorgsprincipe toch wel probeert te anticiperen, moet je durven zeggen: geen toerisme naar Noord-Italië. Of, en we gaan ook de vluchten tussen Italië en, en, en België gaan beperken of beginnen te observeren. Dat mensen worden gecontroleerd en dat soort zaken, dat kan je ook allemaal invoeren als, als beleidsmaker. Maar dus men heeft dat niet gedaan. Wellicht onder andere omdat er was ja, een balans tussen: is het nu ernstig genoeg of niet ernstig genoeg? Dat was een beetje een onduidelijke balans misschien. Mm -hmm. Maar ook, men wou die grote economische kost vermijden. Maar natuurlijk. Ja, we weten eigenlijk al veel langer dat dit ooit eens zou kunnen gebeuren. Het is niet gebeurd met SARS, het is ook niet gebeurd met de Mexicaanse varkensgriep, maar toen is wel het luchtverkeer tussen Mexico en de VS lang uh, in belangrijke mate beperkt geweest. Hè. En dus toen, toen hebben ook Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen veel schade gelopen natuurlijk. En ook niemand durfde nog reizen naar Mexico als gevolg van die uitbraak van die, van die varkensgrip. Hè. Dus de Mexicaanse uh, toeristische sector heeft grote schade opgelopen en ook de Mexicaanse luchtvaartmaatschappijen, noem maar op. Dus wat ik in het boek voorstel eigenlijk is, dit is nu gebeurd, hè. het kan best zijn dat het hopelijk niet meer gebeurt de komende twintig jaar, maar het kan evengoed binnen vijf jaar teruggebeuren met een ander virus. Als we dan willen sneller kunnen ingrijpen, wat moeten we dan doen? Een fonds aanleggen, waardoor indien nodig binnen x jaar de activiteit zou beperkt worden, dat we kunnen de kostprijs daarvan vergoeden uit de, de middelen van dat fonds. Uh -huh. Hoe kan je dat praktisch organiseren? Wel, Er worden elk jaar, althans pre-corona, een paar miljard vliegtuigtickets gekocht hè, wereldwijd. Je zou kunnen een heffing van een paar euro of dollar daaraan koppelen. En dan heb je dus elk jaar een instroom van middelen in dat fonds van een paar miljard euro en dollar. En als dan binnen x jaar terug zo'n risico zich manifesteert, kan je zeggen: van we vliegen niet meer naar die regio. En alle getroffen luchtvaartmaatschappijen, die hun verliezen worden gedekt door dat fonds eigenlijk. Mm. Dus je zou moeten met een of andere verzekeringsmechanisme anticiperen op de hoge factuur die komt als je gaat maatregelen nemen. Ja. En nu heeft men dat niet echt gedurfd, denk ik, voor een stuk. Maar begrijpt u, als, als u dit zegt. Dat daar weinig draagvlak voor is bij de bevolking, ik bedoel, ik, ik zal het nu niet over de luchtvaartmaatschappij, maar dat was zo'n heel, ja, was zo heel ja. beroemd voorbeeld, <laughs> ja. uh, Booking.com, we zitten wel in de reissector, Booking.com, dat eigenlijk jaar na jaar heel veel winst maakt, komt corona en wil dan eigenlijk na één maand of zo al staatsteun, Nou, laat je heel veel dingen, of dat ze populistisch waren of niet, van... Er wordt van een gewone man verwacht dat we allemaal maar een crisis kunnen uh, overleven, maar als het dan over bedrijven gaat, dan moeten we ze een maand helpen. Ik heb het ook mee veel aandacht gelezen in uw boek, maar ik, denkt u dat dat realistisch is om dat nu aan de bevolking te vragen, dat die coronataxen die er al zijn, dat, die, dat, die, dat we die gaan betalen voor de, voor de luchtvaart? Terwijl dat eigenlijk al een gesubsidieerde sector is. Is er geen enkele manier, als de shock toch iets gaat veranderen, dat het, het systeem... Uh, of in ieder geval de, de industrie of, of de aandeelhouders. Hey, u bent de econoom, zichzelf gaat, gaat herdenken. Want ik vind het zelfs toch weer een beetje: we gaan toch weer naar de, naar de, naar de mensen vragen dat ze het betalen. Uh, ik wil toch wel een onderscheid maken tussen de belastingbetaler en hier de persoon die het fonds zal spijzen. Als we zo'n fonds zouden oprichten, gaan alleen de mensen die tickets kopen, die gaan een bijdrage leveren tot het fonds. Dus de gewone belastingbetaler komt niet in beeld. Hadden we zo'n instrument tien jaar geleden opgericht, bijvoorbeeld als reactie op de Mexicaanse varkensgriep dan hadden we eigenlijk al tien jaar dat fonds kunnen spijzen en wie betaalt dat? Zij die vliegen. Hmm. En dus dat is in mijn ogen altijd meer correct dan dit aan de belastingbetaler te geven. Want wie gaat nu de factuur betalen van de steun aan Lufthansa, Brussels Airlines, Air France en noem maar op. Dat gaat wel voor een stuk de belastingbetaler zijn eigenlijk. Ook mensen die nooit vliegen, en die misschien uit principe niet eens willen vliegen, die moeten nu ook indirect natuurlijk bijdragen tot die factuur. En dus wat ik eigenlijk voor pleit, is meer een verzekeringsmechanisme om te voorkomen dat we gaan terechtkomen in een situatie zoals vandaag. We hebben dus die mobiliteit niet beperkt, x maand geleden. We hoopten, het gaat wel meevallen, maar het bleek helemaal niet mee te vallen. En hierdoor is het virus zich vlot kunnen verspreiden, eh, overal, eh, niet alleen in Europa, maar ook Latijns-Amerika en Afrika achteraf. En dus nu ja, zitten we natuurlijk met een Europese economie die moet terugkrabbelen uit een totale stilstand. En de factuur daarvan is onvergelijkbaar veel groter dan alleen de bijdrage die mensen die een ticket uh, kopen. moeten, laten we zeggen, doorstorten in een of ander interventiefonds. Wat ik een interessante zin vond, was dat je zei: wat willen we herstellen? De economische activiteit of het economische systeem? Ja. En dat zou ik eens uh, willen, willen dat je dat, dat, je dat is verduidelijkt, hè? want veel van de dingen um, die terugkomen in het boek zijn heel vaak dingen die als je het met de grove borstel erover gaat, zouden kunnen zeggen, veel dingen gaan duurder worden dan. Hè? Als er bepaalde bepaalde maatregelen genomen worden. Stel dat je iets meer lokaal gaat produceren, je doet dat niet meer in het buitenland, waardoor dat je, je je arbeiders hier toch meer moet betalen, toch meer dat. He, veel van de dingen die gebeuren in de zogenaamde supply chain waar je het over hebt, ja. waar je veel naar het buitenland gaat, veel outsourcing, veel dingen die, die gebeuren omdat het in andere landen goedkoper koper kan geproduceerd worden, met werkkrachten die, die minder kosten, dat soort dingen. Hetzelfde met de heffing van die tax op dat vliegen, dat soort dingen. Is dat, waar moet het, het grote verschil zijn dat mensen niet zeggen ja, het kost ons alleen maar weer meer geld, maar verder dan dat is het niet veel anders. Ja, je moet natuurlijk ook wel kijken wat is, het, wat is de bedoeling van al die maatregelen. Mm -hmm. Dus als we willen vermijden dat we binnen tien jaar of zo terug worden geconfronteerd met een collectieve lockdown, moeten we ons veel beter wapenen. En dus in die pandemiehandboeken staat: beperk uw contacten met de hotspots van het nieuwe virus natuurlijk. Dus we moeten wel in de toekomst het toerisme voor die regio's anders gaan reguleren zeg maar eigenlijk. Dat heeft natuurlijk een kostprijs, maar als je dat doet, kan je wel achteraf gezien een veel grotere kostprijs vermijden. Dat is eigenlijk een heel belangrijk element. Hmm. Dan die supply chain. Wat, wat zouden we nu? Wat er nu gebeurt is, er is een klein beetje een sentiment bij velen dat die globalisering is uh, de bron van veel problemen. Want uh, niet alleen heb je natuurlijk de internationale luchtvaart, waardoor dat onder andere het virus kans heeft gekregen, maar je hebt ook natuurlijk dan vanaf de maand maart de pijnlijke vaststelling, ja, mondmaskers, dat maken we niet in, in België of in Europa zeg maar, maar dat wordt allemaal geïmporteerd vanuit China. Dus We kunnen zeggen, verkeerde evolutie. We moeten daarmee stoppen. We moeten nu zelf gaan beginnen in, in België mondmaskers te maken en ook andere zaken. Daar kan je lang over discussiëren. Maar dus je, je moet natuurlijk voor, voor de globalisering wel ook eens kijken naar het globale beeld. En natuurlijk dankzij de internationale handel hebben we nu veel goedkope producten. En hebben we ook veel jobcreatie in ons eigen land. Omdat vooral België is enorm afhankelijk van het buitenland. We hebben hier in Antwerpen enorm veel chemie. Maar die gaan vooral exporteren, die bedrijven natuurlijk. Hè. Dus dankzij die internationale handel hebben we ook hier veel economische welvaart. En dus wie zegt van ja, minder handel, minder globalisering. moet goed oppassen dat je niet ook al je baten van die handel eigenlijk gaat uh, ook verliezen met dat soort aanbevelingen. Nu, ik denk dus wel dat het zeer belangrijk is dat we anders kijken naar die globalisering. Wat bedoel ik daarmee? We moeten onze afhankelijkheden beter in kaart brengen. Wat bleek vanaf de maand maart? Heel veel industriebedrijven in Europa, maar ook in de VS en noem maar op, hadden plotseling ja, een beperking van onderdelen. Hè, omdat natuurlijk China had een grote lockdown, hè, Hubei, een belangrijke economische zone. Zuid-Korea ging in lockdown. Je had dan ook in Noord-Italië lockdown. En dus je hebt daarvan ook analyses. Dat betekent dat de duizend belangrijkste bedrijven wereldwijd, wel daarvan waren 12.000 leveranciers in lockdown. Dus je mankeert plotseling je onderdelen. Daardoor zijn ook heel veel bedrijven moeten stoppen met produceren bij gebrek aan onderdelen. Dat geeft ook economische verliezen. En belangrijk is, de meeste bedrijven wisten niet eens hoe kwetsbaar ze wel waren. Hmm. Omdat ja, jij koopt onderdelen aan, bij wijze van spreken, in de Filipijnen, maar die contractpartij in de Filipijnen koopt zelf ook onderdelen aan vanuit uh, andere landen. En je kent die natuurlijk allemaal niet. Hè? En dus met de Fukushima-ramp hebben we wel een paar grote bedrijven goed nagedacht over hoe afhankelijk zijn we nu echt van alle mogelijke leveranciers. Die zijn zich perfect gaan indekken. Dat betekent, je gaat kijken naar uw, je. Gaat, je gaat kijken naar je uh, cruciale leveranciers. En uh, als je dan vindt van kijk, voor die cruciale componenten, wil ik toch zeker zijn. Mocht die wegvallen, heb ik nog iemand ach anders achter de hand. Je dus gaan beginnen met altijd backups te gaan voorzien in de supply chain. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een zeer dure inspanning die je, nee, een kleine KMO niet kan doen, eigenlijk. Mm -hmm. hè. Maar dus. Wat dat we nu vaststellen is, Europa is toch wel behoorlijk kwetsbaar. En dit moet goed worden bekeken. Laat me één voorbeeld geven. Als het gaat over de productie van farmaceutische producten, geneesmiddelen en vaccins, wel, alle Europese bedrijven die kopen 80% van hun actieve ingrediënten daarvoor aan in Azië. Ze maken dat hier niet zelf. Mm. Dus als die leveranciers wegvallen, zitten we met een groot probleem in de productie van medicatie en vaccins binnen de Europese Unie. En natuurlijk, waarom doen ze dat? Wel, China levert goede kwaliteit, levert goede prijzen, iedereen is tevreden. Maar ja, als er dan terug een incident komt, een lockdown of handelsconflicten, kan je plotseling wel met andere problemen eigenlijk zitten. Hè? En dus er is nu veel meer aandacht voor ja, onze kwetsbaarheid als gevolg van die supply chain. We beseffen ook veel meer dat uh, dat herbekijken kan ook klimaatvoordelen met zich meebrengen. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen tegen uw leveranciers: Kijk, jullie zijn zeer welkom op de Europese markt, maar Europa wil klimaatneutraal worden tegen 2050. Dus probeer ook in uw productie aan te tonen dat jullie ook mee, mee zijn met dat verhaal. Probeer te kiezen voor klimaatarme productietechnologieën. Dat kopen we bij u zeker graag aan. Als je dat niet kan doen of niet wil doen, gaan we zoeken alternatieven. Je kan zo eigenlijk je supply chain gebruiken om je. Contractpartijen in de rest van de wereld ook onder druk te zetten op een of andere manier. Dat is zeker en vast ook een piste. Ja. Maar dus die, die supply chain, als we die gaan wegknippen, dat kan eigenlijk niet meer. Hè. We zijn zo afhankelijk, we zijn zo verweven, wij kunnen niet alles terug beginnen zelf te gaan produceren. We hebben daarvoor niet, niet echt de mankracht. Hè. Is dat ook niet meer patenten vaak en zo? En dingen die, de, die je ook niet zomaar kunt, kunt zelf gaan weghalen van de plek waar het vandaan komt? Of? Ja. Ja, dat is voor een stuk natuurlijk allemaal beschermd, maar ook die, die logistieke keten is zo complex, uh, is, is zo verweven, dat je eigenlijk als kleine speler dat moeilijk kan gaan beheren. Hè. Dat is een heel belangrijk punt. Maar wat interessant is, dat er is, uh, ja, veel auteurs zeggen dat de globalisering is eigenlijk al het, over het hoogtepunt heen. Uh, bijvoorbeeld, uh, we weten allemaal, in de jaren 60 is heel veel textielproductie verschoven vanuit Europa naar eerst ook een stuk Noord-Afrika en dan verder naar Azië. Azië ja. Maar dat is nu voor een stuk aan het terugkeren. Waarom? Je hebt nu nieuwe robottechnologieën die, die zo efficiënt zijn. Die Sobots. Ja. ja, de Sobots. Uh, uh, uh. En uh, dat is eigenlijk echt een bedreiging aan het worden voor de tewerkstelling in Zuidoost-Azië, de textielsector. Uh, men, 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 kan nu Met robottechnologie kan je letterlijk al een hemd maken. Dat was volstrekt ondenkbaar tien jaar geleden. Nu kan dat eigenlijk wel. Hè? En dus wat zien nu? Veel westerse textiele groepen. Ja, we moeten eigenlijk niet meer zijn in Azië. Want we kunnen even goed hier in Europa of in de VS zo'n hypertechnologische plant gaan bouwen. En je hebt dus eigenlijk veel minder arbeid nodig dan vroeger. Dus wow. arbeidskost wordt totaal niet belangrijk meer. Wat wordt dan wel belangrijk? Snel bij je markt zijn. Als hier een nieuwe trend uh, zich manifesteert in het straatbeeld, kan je dan als textielbedrijf onmiddellijk zeggen: kijk, die collectie slaat goed aan. Onmiddellijk bij gaan produceren en dat wordt dan geleverd de dag daarna, bij wijze van spreken, in, in mm -hmm. de winkels hier in Antwerpen of zo. Hè. Mm -hmm. En dus je ziet nu een soort reshoring van de textielsector. Dus we zijn naar Hinder gegaan in de jaren 60, 70 en 80 en nu komen er al een paar terug. En natuurlijk, dat, dat komt door technologie. En uh, dat geeft ook minder risico's voor die textielbedrijven. Dat geeft ook minder transportkosten natuurlijk. Maar dat geeft ook globaal veel minder tewerkstelling. En dat is wel een groot probleem voor Zuidoost-Azië. Ja. Ja. En dat is ook in andere sectoren aan het gebeuren. Op een trage manier. Hangt een klein beetje af van uw kapitaalcyclus. Zolang die investeringen in Azië vrij recent zijn, gaat men die blijven gebruiken. durende 10, 15 jaar. En dan in plaats van te vervangen. Door nieuwe robotschinder gaan ze zeggen: we gaan waarschijnlijk hier in het westen die robotfabrieken terug gaan plaatsen om hier die producten te uh -huh. gaan maken. En dus ja, dat is nooit statisch. Hè. De globalisering is misschien over het hoogtepunt heen, maar onze afhankelijkheden die zijn in een paar sectoren nog altijd behoorlijk hoog. En daar is nu veel meer aandacht voor dan voor corona, wat op zich eigenlijk zeer interessant is, omdat we hier gaan hopelijk uh, verbeteringen of, of aanbevelingen uithalen om onze kwetsbaarheid te, be te beperken. Ja. De goodwill waar u over spreekt, die verandering, het is eigenlijk een heel positief boek. Mm -hmm. Het is ja. zeker geen, u gaat eigenlijk uit van, van veel positieve effecten, maar als, als industrieën en zeker op, op grote schaal moeten, moeten veranderen, wat u ook net zegt van die textielsector, kun je het ook niet echt van de indruk ontdoen dat het ook niet altijd vertrekt vanuit een, dat het toch altijd vertrekt vanuit een soort geldgewin of, of een winstbejag. Um, Loopt dat, gaat dat altijd blijven samenlopen? Want nu valt het eventjes mee, omdat de corona ervoor gezorgd heeft dat het in de kar past van, van, van de industrieën. Maar je voelt toch altijd dat er, ja, die shock, is die corona-shock erg genoeg om, om ja, ons economisch economische systeem, veranderingen. te ja. brengen. Ja, nee, die shock op zich is niet erg genoeg, omdat een systeemverandering komt er vooral door beleidskeuzes dus onze beleidsmakers, niet alleen de Belgische natuurlijk, hè, maar vooral op Europees niveau, moeten echt worden gekozen voor uh, systeemverbeteringen en dat gaat dan wel doorsijpelen naar de markt en gaan de bedrijven daarop inspelen. Als we nu als beleidsmaker nu niks zouden doen en we laten gewoon de markt over, gaat er volgens mij zeker en vast wat, wat veranderen, maar gaat er niet echt een, een nieuw systeem worden ontwikkeld. Mm -hmm. Nu, laat me misschien één voorbeeld geven van, van een systeemverandering. Um, als je, pakweg uh, tien jaar terug, stel u heeft een, een groot bedrijf en u heeft nieuwe verlichting nodig in uw bedrijf. Wat deed je tien jaar terug? Je vroeg een offerte bij een leverancier van verlichtingsarmaturen in functie van uw, van uw behoefte, noem maar op. Je kocht dan die armaturen, je werd ervan eigenaar, dat werd geïnstalleerd. En u moest dan de factuur betalen van het energieverbruik en opdraaien voor de reparaties en noem maar op en zo. Hè? Dat is het klassieke model. En de verdienen bedrijven in die tijd en nu nog altijd veel geld en goed geld. Hè? Geen enkel probleem mee. Wat heb je nu sinds een jaar of tien als alternatief? Light as a service. Terug, u, bent, u heeft een groot bedrijf, u wil verlichting. Maar u kan een contract afsluiten met een bedrijf en dat levert u verlichtingsdiensten. Dat betekent, zij komen in uw zaak verlichtingsapparatuur plaatsen, zij blijven daarvan eigenaar. eigenaar ja. Zij gaan ook zorgen voor het onderhoud, voor het functioneren, op hun kosten altijd. Zij dragen ook de energierekening van die verlichting. En nu betaalt gewoonweg een vast bedrag per maand voor de dienstverlening. En natuurlijk, als het bedrijf eigenaar is van de technologie, moet dat wel goede technologie zijn, want als die veel verbruikt, dat is voor hun factuur, hè? dat komt op hun factuur terecht, als die elke twee maanden pannen geven of defecten, ja, altijd moeten mensen dat gaan repareren en nu maar op, dat is niet interessant. Hè? En dus als je echt... Vanuit een dienstenperspectief die zaken in de markt gaat zetten, dan heb je onmiddellijk een dynamiek die leidt tot meer duurzaamheid, meer energiebesparingen en ook veel meer gebruikersgemak. En dat is eigenlijk begonnen met Light as a Service. Dat is gepromoot geweest door uh, onder andere Thomas Rauw, een belangrijke architect uit Nederland. En dat wordt nu door Philips wereldwijd uitgespeeld. En bijvoorbeeld Philips heeft een contract met de stad Moskou Moskou heeft gezegd: Van kijk, hier deze zone hier moet straatverlichting komen, maar wij kopen niks, wij betalen gewoonweg een fee voor de diensten. En jullie blijven eigenaar van de verlichtingspalen en noem maar op. Hè. En zo hebben bedrijven een enorme prikkel om dus zeer duurzame technologie, die enorm betrouwbaar is, in de markt te gaan zetten. En voor hun is dat ook een zeer mooi verdienmodel. Of dat ze nu geld verdienen met armaturen te verkopen. Of met diensten verkopen, ja, dat is gewoon weg toegevoegde waarde. Dus je ziet wel een paar zaken veranderen. En dus het model laat ook altijd uh, toe om ook hiermee rendement te halen in de markt. Hè. En nu is Philips zich gaan profileren als een van de bedrijven die dus internationaal licht als een dienst uh, goed gaan goed kan verkopen, is nu ook commercieel eigenlijk uh, zeer interessant. Je dat ook eens wat, wat u net bespreekt, uh, net uh, zegt dat fenomeen. Ik hoor ook al mensen zeggen. in ik kan er ook wel wat in volgen. Bijvoorbeeld met software had er ook bijvoorbeeld. Keinoze voorbeeld me vroeger en kocht een office pakket en nu huurde eigenlijk maandelijks die ja. in dienst. Mm -hmm. uh, veel, ik streamen ik hoor ook, eigenlijk. Streamen ook, ook. Ik hoor heel veel ja. mensen ook wel zeggen van ja, uh, ja ik vind het ook niet leuk. Er zit zoiets, je hebt er niet echt veel controle bij. Het, uh, zijn we soms wat te geobsedeerd door dat soort controle? Want ik, ik voel dat zelf bij mezelf. He, van, ja, dat klinkt allemaal weer, weer heel handig. Maar je hebt precies, precies veel minder transparantie over ja, is dat, is, hoe duur is een energie, uh, is dat, uh, gaan we niet heel veel betalen om die in hun winst, had het misschien goeie koper geweest dat ik er tijd in steek. Het wordt, het wordt heel makkelijk, maar het wordt ook minder transparant ofzo. Ja, en je zit er ook afhankelijk van. Ja, hè? ook al. Voor een we kunnen op, ook niets meer. Ja, je je, je zou, zou zelf in den duur in uw voorbeeld geen lamp niet meer in het plafond kunnen draaien omdat het allemaal zo gemakkelijk wordt. En ik had er nog een, en daar zullen we straks waarschijnlijk op komen. Want jij zult daar sowieso vragen over de privacy. ik doe ook op een bepaald mm -hmm. moment iets. Uh, daarom die vraag: zijn we soms wat. Uh, u als econoom, zeker met een heel veel sociale en, en milieu uh, uh, nadruk erop. zijn we soms wat te veel met controle bezig? Nou, dat, dat we gecontroleerd worden bedoel ik, hè? Uh, misschien wel, misschien wel. Maar dat is ook een persoonlijke afweging, hè? Dus we gaan misschien straks praten over privacy, dat weet ik natuurlijk niet echt goed. Maar, maar als het hier gaat over die technologieën die je aankoopt bij je leveranciers, wat natuurlijk wel een te vermijden evolutie zou zijn, is dat je in je markt dat je eigenlijk maar één dominante partij zou hebben. Als je nu echt zou zeggen van ik wil graag lichtdiensten aankopen, je kan hem maar kopen bij één enkele partij, dan heb je natuurlijk altijd een risico voor, markt, voor misbruik van marktmacht eigenlijk. Maar als we nu kijken naar de markt zelf, hoe evolueert die... Meer en meer bedrijven zijn doordrongen van die redenering en gaan zich ook profileren in die sector. En dus, dit heet gewoonweg het circulair denken, rond onder andere hier nu verlichtingstechnologie. Maar bijvoorbeeld in de bouwsector wordt circulair uh, denken echt dominant. Het is zelfs zo dat Nederland heeft beslist dat vanaf 2021 alleen circulaire woningen mogen worden gebouwd. Dat betekent die moeten worden gebouwd, vertrekkende van materialen, die zijn gerecupereerd uit onder andere afbraakwerken. En dus die woningen die worden dan geconstrueerd op zo'n manier dat die makkelijk binnen 50 jaar of binnen 80 jaar uit elkaar te halen zijn zonder materialenverlies. Want ja, als je een woning bouwt zonder na te denken over de afval, afbraakfase achteraf, uh -huh. is het zeer moeilijk om die op een zeer mooie manier uit elkaar te halen. Hè. En dus wat ik benadruk is hier dat gewoonweg de regelgever zegt het moet zo zijn bij wet vanaf het jaar 20x En dan gaat de Nederlandse bouwsector zich massaal engageren om klaar te zijn tegen dan. En dat creëert enorm veel nieuwe economische activiteit. En of nu je een bouwfirma geld verdient met een gewone woning, of met een circulaire woning, die ecologisch eigenlijk wat interessanter is, dat, dat maakt voor u niet echt heel veel uit. Hè. Maar, maar belangrijk is hier, de regelgever dwingt het eigenlijk af. Ook in Zwitserland gaat men op die manier, denk ik, vanaf 2023 gaan nieuwbouw organiseren. En dat heeft langs de keten dan van alle leveranciers enorm veel implicaties eigenlijk. Hè. Dus je kan zeker en vast wel economische modellen veranderen en dat heeft altijd wat groeipijnen, omdat je niet echt goed weet, is de sector klaar om zo'n massale sprong te gaan maken? Dat gaat wat pijnpunten naar boven brengen, dat gaat niet altijd perfect werken zeker en vast, niet, hè. Maar dat is inherent aan het economische leven, hè. je moet ergens omgaan met onzekerheden en risico's. Je kan niet alles, denk ik, op voorhand perfect afdekken. Het gaat een paar keer verkeerd lopen, maar daar moeten we ergens mee leven. Hè? Maar zijn die supply, die light suppliers bijvoorbeeld, is dat een significant economisch voordeel om dat te gaan doen? Want je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: Als ik het koop, is het van mij. Als er iets, ja. ik, zal, ik zal nooit afhankelijk zijn van iemand dat morgen zegt: Wij komen niet meer overeen of er is een conflict. Het stopt en jij bent al uw licht kwijt, hè, van de ja. ene dag op de andere. Dus ook hè, voor Moskou bijvoorbeeld, dat dat, dat dat spaak loopt met onderhandelingen, of noem het allemaal maar op. Dat die gewoon zeggen: vanaf morgen nee, heel dat deel van Moskou geen licht meer. Gegijzeld, ja. ja. Ja, dat je eigenlijk, dat je, ik denk dat dat u toch ook een soort macht geeft als, als, als verschaffer van die energie kunnen hij wel dingen door. Alleen als, als je ze eerst, hoe zal dat zeggen zo? Dit is bijna walgelijk wat ik nu gewoon zeggen, maar ik ga proberen van het te verwoorden dat het niet walgelijk is. Je doet het drugdealergewijs. Je maakt het heel goede koop. Iedereen koopt het. Hè? Zo Netflix. We hebben allemaal Netflix en dan merkte dat zo gaandeweg wordt die prijs altijd wat duurder. Maar ze hebben de afhankelijkheid al gecreëerd. Dus op een bepaald moment kan Moskou bijvoorbeeld niet meer zeggen. Zeg gast, deze gaan we niet meer betalen. Dat was niet de originele afspraak. Hij is nu letterlijk tien keer duurder dan dat hij een paar jaar geleden was. Dat vinden we niet meer rendabel. En dan zeggen die, ja, los het dan maar op dat er morgen geen licht meer is. Hè? Ja, maar daarom moet je natuurlijk een zeer goed contract met die tegenpartij onderhandelen. Mm -hmm, hè. Mm -hmm. En dat zijn natuurlijk geen contracten voor zes maanden. Hè. Nee. Als u in uw zaak uh, verlichting wil, dat is niet voor een half jaar, maar misschien voor twintig jaar. Hè. Ja. En dus je kan met die partijen, ik kan, kan niet zeggen makkelijk, maar kan je zeker en vast ook een lange termijn contract onderhandelen tot, tot tien, twintig jaar. En dan weet je natuurlijk, als alles normaal verloopt, kan ik heb ik net transparantie, zie, ken ik mijn prijzen tussen vandaag en het jaar 2040 bij wijze van spreken. Mm -hmm. hè. Natuurlijk, een klein KMO'tje kan dat minder makkelijk aanbieden dan een zeer grote multinational, hè, die wat meer uh, ja, slagkracht mm -hmm. heeft en ook mm -hmm. meer reserves heeft en ook meer service kan garanderen en noem maar op. Hè. En dus je hebt wel denk ik een voordeel voor de grote bedrijven die dat verhaal bewandelen, die kunnen echt hun reputatie mee in de schaal brengen. Maar gewoon door goede contractformules kan je toch wel de meest uh, frappante afhankelijkheden onder controle houden. Want is dan iets dat we, dat, dat we vaak, hè, ook weer al, want ik heb het er straks misschien niet helemaal goed verwoord, maar, maar wat, wat ik heel hard merk is. Vind jij als econoom zelf dat de, uh, de, de lockdown en de coronacrisis en hetgeen dat we de afgelopen maanden hebben meegemaakt, heeft dat niet de discrepantie tussen rijk en arm nog veel groter gemaakt dan dat het al was? dat dat nog veel harder opvalt dan een hele hoop van die oplossingen vooral voordelig zijn voor mensen die ze kunnen betalen. Maar dat, dat al de rest van de mensen eigenlijk, dat je nog meer voelt van, ah ja, daar kunnen we niet mee. He, zoals je, ik zal nu maar iets heel triviaal als voorbeeld geven, heel vaak is biologische of gezonde voeding twee keer zo duur dan junkfood en rommel. Waardoor dat je merkt dat degenen die altijd getroffen worden door de ja, de ziekte, obesitas, uh, noem het maar op. Eh, wat ook in Amerika, wat ik ook heel frappant vond in uw boek: dat er zoveel mensen tegen, tegen, um, tegen suikerziekte aanleunen, ja. of het gewoon al vol een bak hebben. Ja, dat er vermoed wordt dat dat rond de 100 miljoen is. Dat is wat, een derde van de ja, bevolking ja, ja. daar. Ja. Dus, en je zult ook altijd wel zien dat dat nooit de economisch hoogste klassen zijn die dat daar, die dat daar het hardst onder lijden. Dus veel van die, van die oplossingen, eh, die, die, die lijken toch voor heel veel mensen die niet veel geld hebben, zoiets te zijn, van ja, dat zal dan niet voor ons zijn. Ja, dat is een heel, een heel correct punt. Hè? Dus uh, iemand met veel tijd, met veel kennis, die kan goed onderhandelen en kan de markt goed verkennen. Maar dat model van onder andere circulaire verlichting en circulair bouwen, kan je ook wel als beleidsmaker natuurlijk gaan gebruiken. Uh, en dat er gebeurt ook al in Nederland een tijdje. Bijvoorbeeld als je nu kijkt naar welk soort wasmachine wordt gekocht door de lagere inkomens. Die kopen per definitie de goedkoopste wasmachines. En wat blijkt, die verbruiken altijd ook heel veel elektriciteit. Want ja, een zeer zuinige machine die kost natuurlijk ook aanzienlijk meer. In, dat, was, dat was vroeger zeker dat was het geval. Hè? Mm -hmm. En dus als je zo'n zeer goedkope wasmachine koopt, wat gebeurt er? Je verbruikt elk jaar veel stroom, moet veel betalen. En die is stuk na pakweg uh, 6, 7, 8 jaar eigenlijk. Hè? Dus je moet terug gaan, nieuw kopen. En hierdoor hebben die mensen natuurlijk veel geld verspild aan een goedkope machine. Wat heeft nu Rotterdam gedaan? Voor een paar grote woonwijken, waar vooral de lagere inkomens zijn, hebben ze een contract onderhandeld met Bosch, leverancier van wasmachines, en zeggen mm -hmm. tegen Bosch: kijk, wij gaan wasdiensten kopen bij jullie. Jullie geven machines, en de gebruikers betalen per wasbeurt. Maar jullie geven ook de wasproducten, hè? dus de, de poeiertjes of, de, of die andere mm -hmm. producten en zo. Hè? En dus uh, Bosch is daarin meegegaan. Wat hebben zij gedaan? Ze hebben gewoonweg de allerzuinigste machines die ze hebben en die ook gegarandeerd niet stuk kunnen gemaakt worden. Uh, binnen 15, 20 jaar hebben ze nu geleverd. Hè. Mm -hmm. En dus de gebruikers betalen alleen voor de wasdiensten. En de stroomfactuur is voor Bosch. En eventuele mankementen zijn ook voor Bosch eigenlijk. Hè. Ja. En men heeft dan berekend, wat betekent dan je verkoopkracht voor die mensen? Hè. En dat zijn enorme bedragen eigenlijk. Uh, men, heeft, men zegt... Dat is een ze uitsparen aan ja. de facturen. Z zij ja, sparen ja. per jaar letterlijk honderden euro's eigenlijk uit. Omdat ze een veel lagere stroomfactuur hebben. Maar veel belangrijker is, ze moeten niet elke 7 tot 8 jaar een nieuwe machine kopen van, van, van 220 euro, bij wijze van spreken. Die dan toch stuk gaat of veel mankementen heeft, noem maar op eigenlijk. Hè. Mm -hmm. En dus hebben ze letterlijk kunnen becijferen, ik ken het al niet van buiten, dat geeft meer koopkracht. Dat is heel belangrijk. Hè? Dus ik denk dat je zo'n model, dat je dat ook kan gebruiken om net die lagere inkomens net weg te trekken uit die afhankelijkheid van slechte technologie. Ja. De, de mensen met een hoog inkomen, die kopen natuurlijk de beste wasmachines, de beste koelkasten, de beste deepfreezers. Maar de mensen met beperkte middelen, die kopen de goedkoopste. Die moeten wel. Hè? Ja. En je kan dus op die manier toch ook wel iets proberen te doen. En terug, dat is, dat is een experiment geweest in Rotterdam. Je kan er veel uit leren. Dat is ook terug niet perfect. Er heeft ook lange onderhandelingen met zich meegebracht enzovoort. Maar je kan dus wel een verandering realiseren. Nu, Wat je dat straks zei over de ongelijkheid. Die komt manifest tot uiting, onder andere in de VS. Hè. Mm. Omdat uh, wat blijkt daar, de, bij de corona slachtoffers zijn de zwarten oververtegenwoordigd. En vooral de lagere inkomens zijn oververtegenwoordigd. Maar dat komt veelal door het feit dat de, de mensen met de laagste inkomens, die kunnen zich veel minder makkelijk in lockdown plaatsen, die moeten blijven werken. Hè. Die blijven rondrijden met de bussen, of die rijden rond met de, de pakjesdiensten, hè, die leveren aan thuis onze bestellingen, of die werken in de grote supermarkten. En dan heb je natuurlijk risico op, op besmetting, en dat is een van de elementen eigenlijk. Hè. Mm. En dus, we hebben hier in ons land ook geapplaudisseerd voor de zorgverleners natuurlijk, zeer terecht. Hè. Maar dan zegt men ook, de andere coronahelden, dat zijn de, de rekkenvullers in de supermarkten. Mm -hmm. En dat zijn dikwijls dus mensen met een uh, laag inkomen, die ook hard moeten werken, die ook zeer flexibel moeten zijn. En die worden ook fiscaal niet echt hard geapprecieerd. België is bijvoorbeeld het land met de hoogste fiscale druk op de laagste inkomens. Mm. En dus dat betekent: iemand die de rekken vult, uh, die betaalt heel veel belastingen. In België komt dat neer op ongeveer, op de totale loonkost ongeveer 45% betaalt je eigenlijk mm. als totale belasting. Dat is in Nederland maar 30 hè. Dus je hebt eigenlijk net veel meer over. voor een gelijkaardige job in Nederland dan in België. En dus dat zijn toch wel zaken die allesbehalve optimaal zijn. Ook als maatschappijbeeld. Hè. Waarom moeten mensen met een laag inkomen vrij hoge belastingen betalen? Dan moet je mij eens uitleggen. De meeste economen gaan zeggen. je moet dat net een beetje omgekeerd doen. Je moet net mensen met een hoog inkomen natuurlijk mm -hmm. uh, genoeg laten betalen. Maar je moet die groep onderaan de markt. Die ook uh, ja, jobs moet doen die niet zo aantrekkelijk zijn. Je moet die zeker en vast niet gaan massaal ontmoedigen met zeer hoge belastingen. Hè. Ja. En dan nog een element van ongelijkheid. U heeft ook verwezen naar die chronische aandoeningen, diabetes type 2. Maar dus wat blijkt nu ook? Dat uh, mensen met die chronische aandoeningen. die zijn extra kwetsbaar. Dat blijkt uit alle analyses eigenlijk. En dat kan voor een stuk ook het gevolg zijn van het feit dat bepaalde medicatie het virus net stimuleert hè, omdat bepaalde medicatie tegen diabetes type 2 en hoge bloeddruk zo'n impact hebben op wat heet u ACE2 receptoren en het virus hecht zich daaraan vast om in uw lichaam zich te kunnen verspreiden eigenlijk. dus als je meer van die medicatie neemt heb je eigenlijk ook meer kwetsbaarheid mm. wat ook een zeer uh, bizarre vaststelling is dat net medicatie u meer kwetsbaar eigenlijk maakt eigenlijk, dus dat was ook een studie gepubliceerd door onder andere Chinese onderzoekers in de Lancet uh, al een tijdje geleden dat moet verder worden bekeken, maar conclusie is terug hier: dat investeren in een gezonde levensstijl, dat je dus minder afhankelijk bent van dat soort medicatie, mm. heeft veel rendement ook in coronatijden eigenlijk. eigenlijk. Ja. Maar dan zit er natuurlijk inderdaad met het probleem dat heel vaak alles ah. dat eh, eh, toch voor veel mensen, het, hetgeen dat, dat, dat als gezonder wordt eh, bestempeld, eh, zijn de niet nie besproeid met allerlei onzin of niet massaal gekweekt op een heel ongezonde manier. Ja, al die dingen zijn allemaal duurder. Hè? En je zit dan al met die mensen die daar sowieso al, al, het, al in de zwakste sector zitten, financieel gezien. Dus, en, je had het er net over, over, over: Rotterdam en die wasmachines en beleidsvormers die dat soort dingen doen. En in uw boek moest ik ook lachen, met de zin dat je zei van dat er hier al twintig jaar soms door beleidsvormers wordt gediscussieerd over het bouwen van een voetbalstadion. Ja. Of als je zoiets bekijkt als, als de. De, de Oosterweelverbinding, waar ik oh, mij ja. nog van herinner, dat daar een referendum was. In, een, in lange vervlogen tijden, maar intussen zijn we ook geen stap verder. Wat dat betreft. Ja, dit soort maatregelen, of zeker zo'n crisis zoals corona, gaat eigenlijk vereisen van beleidsmakers of van, van politici of van mensen die dat, die, die dat de regels letterlijk kunnen aanpassen. om snel te gaan reageren. En je merkt. Als er één ding is dat er vooral niet gebeurd is in de voorbije maanden, is het snel reageren. En dat zijn ze ook niet gewend om dat te doen. Ja, dus. Nee, wat, wat wel natuurlijk uh, een zeer opvallende vaststelling is, is dat nu iedereen zegt: Ons systeem werkt niet. Iedereen zegt dat nu plotseling. Hmm. En, en het meest opvallend is dat natuurlijk bij die uh, negen ministers die voor uh, gezondheidszorg ergens verantwoordelijk zijn. <laughs> iedereen zegt nu, ook de minister zelf dit systeem werkt helemaal niet, het moet anders. Dus daar is nu eigenlijk plotseling consensus over. En men is nu een beetje aan het uh, ja, aftoetsen op welke manier het dan effectief anders en beter zou kunnen. Hè. Maar we moeten ook eens teruggaan naar, uh, als het gaat eigenlijk over onze, over onze systeemverbetering, we moeten teruggaan naar februari van dit jaar. Uh, toen kwam naar buiten dat het, uh, het planbureau verwachtte dat in dit jaar, 2020 dan, uh, er een begrotingstekort zou zijn van 2,5% van BBP, wat neerkomt op een tekort van pakweg 13 miljard euro. En toen verwachtte men ook dat eigenlijk dit jaar een vrij goed economisch jaar zou zijn. Dus een groot tekort bij een vrij goed economisch jaar, dat was rampnieuws eigenlijk, voordat corona, mm -hmm. uh, uh, laten we zeggen, in België brokken kwam maken eigenlijk. Hè. En zeer interessant is, als nu, de, als nu blijkt dat de, dat de begroting helemaal niet klopt, een groot tekort is, zegt er niemand eigenlijk ah, wie gaat die factuur betalen? Niemand mm. zegt dat eigenlijk, omdat iedereen weet we moeten fiscale hervormingen doorvoeren, we moeten economische hervormingen gaan doorvoeren, we moeten betere beleidskeuzes maken. En dus we moeten ons systeem veranderen om in de toekomst zo'n tekort te kunnen vermijden. En nu, je zou kunnen zeggen, ach ja, een tekort van maar 13 miljard, moeten we daar nu over praten? Nu zijn er veel grote tekorten, maar niet vergeten, dat was een tekort bij goede economische tijden. En dus dat is niet echt normaal in een land met een zeer hoge fiscale druk. We moeten niet vergeten dat in alle Europese landen alleen de Franse staat incasseert meer fiscale ontvangsten dan de Belgische staat. Dus onze overheden die hebben enorm veel geld. En de belastingbetaler draagt heel veel af. En dan nog is er een enorm tekort. Dus dat klopt ergens niet. Je moet daar... Verandering gaan afdwingen. En inderdaad, daar spreken we al een tijdje over. Onder andere over de vereenvoudiging van de fiscaliteit. Ook al twintig jaar spreken we daarover. Elk jaar komen er codes bij. En is er een dienst die dat invult voor u, omdat de mensen al niet meer snappen hoe dat het eigenlijk ja, werkt? Ja, hè? Ja, ja, ja. Maar zit daar niet. Ik vind uh, dit boek, er zijn nog boeken verschenen. Um, heel goed in analyse. Die, negen, negen, uh, die ministers van Volksgezondheid is eigenlijk een fantastisch symboolvoorbeeld. Mm -hmm. Die gaan toch, dat, op zich kan het toch nooit niet veranderen, want je zou eigenlijk van beleidsmakers dan verwachten dat een van die mensen hun loon gaat opgeven, omdat hun job overbodig is. Zit daar soms niet een beetje. Ik vind altijd, dat wordt nooit over gesproken. Wat is de kracht of wat is de instantie, die dat gaat kunnen veranderen? Ik, ik, ik zou, als ik zelf in hun plaats was, ik zou niet meewerken aan het systeem, want ik zou mezelf in werkloosheid zetten. Ja. Well, dat is een symboolvoorbeeld dat we eigenlijk over heel de overheid en heel het beleid kunnen doen. We verwachten er iets van, de analyses liggen er, hè. Uw boek is al uitstekend en u hebt ook collega's die hetzelfde doen. Het komt vaak daarop neer. Natuur zie ik het nog doen, hè, dat het gewoon alles, alles wordt weggeveegd. Daar was de corona misschien nog meer een verwittiging voor. Ja, wordt het, denkt, hebt u dat zelfs niet soms als econoom van, uh, we geven hier heel veel analyses... De, 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 oor, de oplossing lichter, maar eigenlijk ja, zal het altijd tegengewerkt worden, want we verwachten het van mensen die zichzelf in het been moeten schieten. En dat is niet de mensen's sterkste eigenschap. Uh, daar heeft u, denk ik, uh, zeker een vast gelijk in. Hè? Dus, dus Soms, en, en, mag je gaan? Soms mis ik een beetje brutaliteit bij economen, ja. en daarmee en, en bedoel ik niet in mijn scheldpartijen, maar ja. gewoon van: hier, Dit is basis. Ja, dus de provincies. We hebben hier in ons land niet alleen regio's en gewesten, maar ook nog een keer provincies. En we praten eigenlijk al vanaf 1976, denk ik, over de afschaffing van de provincies. Die zijn er nog altijd, hè? Hmm. En oké, okay, ja, er moet iemand lintjes komen doorknippen, ik begrijp dat ook wel. Maar dat kan ook gebeuren door andere personen, eigenlijk. Door een sowbot. Ja, ja inderdaad, inderdaad, inderdaad. Maar dus, wat, wat ik wil zeggen is: je hebt natuurlijk een soort lethargie in het systeem. dat mensen zich graag ja, koppelen aan die status quo. Maar die, die negen ministers van, van volksgezondheid. Hè? Als we nu, laten we zeggen, uh, gaan het systeem hervormen. Wees maar zeker, die gaan allemaal wel in dat nieuwe systeem ook ergens een rol kunnen spelen. Misschien met veel meer voldoening dat je ook een beetje slagkracht op het veld kan effectief uitoefenen. Hè? En dus, dus ik zal me daar niet te veel zorgen over maken. Je hebt natuurlijk altijd een beetje onzekerheid. Hè? Maar dus uh, het systeem aanpassen geeft ook veel nieuwe andere jobkansen en noem maar op. Nu als je kijkt naar wat er nu wel goed blijkt te werken, hè, is dat uh, het, het initiatief op het niveau van de steden. Dat valt meer en meer op. Steden zijn echt vandaag veel belangrijker in dynamiek, in verandering dan pakweg 20, 30 jaar geleden. En steden gaan, zijn ook dikwijls zeer uitgesproken over hun ambities. En ik vermeld ook in het boek vooral uh, Kopenhagen en ook Amsterdam. Amsterdam heeft vrij recent een eigen circulaire strategie naar buiten gebracht. Ze uh, zijn daarin zeer ambitieus. Uh, Kopenhagen uh, gaat tegen 2025 uh, de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 verminderen met 100%. He, dus mm -hmm. niet met 10% of zo, maar met, met 100%. Hè. Dat, is wel, dat is toch in mijn ogen enorm, enorm spectaculair. Ja. <laughs> en dus dat doen ze door een combinatie van strategieën. dat ze echt al, al 30 jaar rondwerken, natuurlijk. Hè. Mm. En dus wat ik ook zie is dat een stad zoals Kopenhagen. Gebruikt dat ook als city marketing? Eigenlijk iedereen kent het verhaal van Kopenhagen, de fietsbruggen en noem maar op en zo. Ja. En dus mensen komen, gaan naar Kopenhagen om te kijken. En, en New York City is ook naar Kopenhagen geweest, Die heeft nu ook een eigen fietsstrategie voor New York. Komt eigenlijk van, van Kopenhagen. En dus in, in landen waar men aan de steden veel middelen geeft, zie je innovatie, zie je heel veel creativiteit. En, en Zet eigenlijk druk op de rest van het beleid eigenlijk ook. En dus, wij hebben hier een systeem waarin dat we relatief weinig middelen geven aan de steden en aan de gemeenten. We hebben veel tussenniveaus, die moeten ook allemaal die middelen hebben. En dus, als wij zouden kiezen voor een systeem met minder tussenniveaus, maar meer middelen die kunnen gaan naar steden wat en wat gemeenten. Wat zijn die tussenniveaus dan? Waar blijft dat dan hangen? Wat ja, is... de, de regio's eigenlijk ook en de gewesten. Mm -hmm. hè, die, moeten ook, die hebben ook allemaal hun eigen uh, administraties en entiteiten. En natuurlijk, hoe meer beleidslagen je hebt, hoe meer overleg er nodig is, hoe meer onderhandelingen er dikwijls moeten zijn, en ook hoe meer bepaalde partijen iets kunnen tegenwerken ook eigenlijk. Mm -hmm. hè. Bijvoorbeeld rond de, de mobiliteit in Brussel wordt al zeer lang onderhandeld eigenlijk, hè. maar dat zijn moeilijke onderhandelingen met de stad Brussel, met Vlaanderen, met Wallonië, met federale niveau, en je moet daar binnen een van die partijen aan tafel maar echt obstructie hebben, dan heb je een veel tragere vooruitgang eigenlijk. Hè. Maar dus Ergens zie ik toch wel dat uh, een paar landen in Europa durven wel br brutaal zijn. Hoor. Eigenlijk is Denemarken een behoorlijk brutaal land op, op diverse fronten eigenlijk. Hè. Ook in zaken integratiebeleid, immigratiebeleid en noem maar op. Maar ook qua ecologie is Denemarken een vrij brutaal land altijd geweest. Maar het is, ik zie vooral landen met een missie. Die, die willen echt wel iets realiseren en die verkopen dat intern. Niet door te wijzen op CO2-uitstoot. Want de gewone burger die ligt dikwijls niet wakker van CO2-uitstoot. Maar die verkopen dat intern door de focus te leggen op levenskwaliteit. Die zeggen: wij willen van Kopenhagen een stad maken waar het aangenaam is om je te verplaatsen, om in te leven, met een goede luchtkwaliteit. En ook, je kan met je fiets zonder veel risico's makkelijk van A naar B gaan. En je krijgt er ook nog wat fiscaal ondersteuning voor, noem maar op en zo. En dan zien mensen wel die voordelen. Trouwens, waarom nemen die Denen de fiets? Niet omdat ze allemaal fietsliefhebbers zijn, maar gewoonweg is het snelste middel om je te verplaatsen op een zeer veilige manier. Dat is ook financieel zeer interessant. Als veel mensen gaan wandelen en fietsen, moet je minder investeren in metrolijnen, in extra tramcapaciteiten, tram noem maar op. Dat is ook niet veel gezonder. Hè? Ja, maar, niet maar heel ja. belangrijk is dat, ja. de, dat die steden. De bevolking neemt toe in de steden. Hè? Dus mm. in Brussel is de bevolking toegenomen met 20% op 20 jaar tijd. Maar wat is de expansie geweest van het openbaar vervoer in Brussel? Een paar extra metrolijntjes en erbij komen een paar extra stations. Maar die capaciteit is eigenlijk dezelfde als twintig jaar terug. En dat betekent dus in de spits, overvol natuurlijk, helemaal niet aangenaam. Omdat je dus in je stad de dynamiek van je bevolking niet volgt. Wat doet Kopenhagen? Die stad groeit ook, hè? maar al die mensen wandelen en nemen de fiets. Dus moet je niet echt in extra buslijnen en tramlijnen gaan investeren. Wat enorm veel besparingen met zich meebrengt. Hè? By the way, voor elke fietsbrug in Kopenhagen. heeft men een zeer uitgebreide economische analyse gemaakt. Hè, voor wat kost dat, wat brengt dat op in zaken luchtkwaliteit. maar ook verkeersongevallen of valpartijen met de fietsen, noem maar op en zo. Dus dat is echt wel echt een puur economisch verhaal. Hè, hmm. Waar we dus maatschappelijke baten willen maximaliseren tegen de laagste maatschappelijke kost. Zitten wij niet mee een, met een beetje een probleem? Want je hebt het eigenlijk zelf al bijna aangehaald uh, daarnet. Wij zijn een heel. Niet vergelijkbaar land met heel veel andere landen rondom ons. Hè. We zitten al met Wallonië, we zitten al met Brussel als aparte stadstaat, soms bijna. We zitten met Vlaanderen, we zitten met een hele bevolking die het lijkt alsof wij nergens over overeen kunnen komen. Dat het eeuwenlang moet duren voordat er iets gebeurt. Hè. Je hebt verkiezingen. Hè. Je hebt nog altijd geen federale regering. Ja. Jaren erna. Dus hoe in godsnaam gaan ze al overeenkomen, met, met een fietspad aan te leggen of iets te doen, of zouden zeggen. Is dat Kopenhagen zelf dat dat echt beslist en zegt, wij gaan het zo doen, ongeacht wat de beleidsmakers ja. zeggen? Meer onafhankelijkheid van de steden in dat soort beslissingen? Of wat, wat is eigenlijk de oplossing om het sneller te laten vooruitgaan? Om niet altijd te zitten met van die, van die half... Je merkt, wat is in Antwerpen zo de strategie met, met heel veel verkeer? We gaan het u gewoon wat moeilijker maken. En dan denk ik, dan kunnen we toch beter ineens voor een, voor een concrete echte oplossing gaan. En zeggen we maken bijvoorbeeld de, de binnenstad autovrij. En we beginnen meer te investeren in manieren om in, in de stad te geraken die, die meer te maken hebben met fiets of wandelen of, of openbaar ja. vervoer. Wel, in die steden neemt men die beslissing zelf natuurlijk. Hè. Ja. En ook, maar belangrijk is, ze hebben ook de financiële middelen om dat ook uit te voeren. Ja. Want uh, dat klinkt allemaal makkelijk. Uh, fietspaden, fietsbruggen en uh, noem maar op aanleggen. Dat kost ook behoorlijk wat. En uh, je moet die middelen maar natuurlijk wij ook het hebben. Maar dat allemaal elkaar veel belasting. Ja, ja, zeker en vast. Ik zou denken. Ja. Ja, top, in, in Antwerpen is er nou wel. We, moeten, we zijn de eerste om. Antwerpen is qua fiets. Is er wel een enorme. Allez, ik denk dat Antwerpen, geloof ik, zal Verbe Verbetering, zeker. Ik denk, zelfs, ten opzichte ik denk dat van, zelfs Antwerpen in de. Want ik weet dat wij als Antwerpen al ongelooflijk schrokken. Want dat is zo typisch Antwerpen al. We mm. zagen ons ineens opduiken in een lijst van de beste fietssteden. Mm -hmm. En wij hadden ineens zo een plaats vijf of zo. Zoiets dat wij allemaal op mee mm -hmm. mee lagen. Maar wij hebben inderdaad ook wel. Je ziet zoals in Antwerpen komen er wel meer fietspaden ook. Ja, ja sowieso. Ik, ik weet het niet. Is het, is, zou dat kunnen Antwerpen ook nog kopen als gekeken heeft? Zo, omdat alles wat je zegt, ook fietsbruggen en zo. We hebben er ook ondertussen. Hè. Ja, een paar. Links en rechts. Ja. Ja. Ik, heb er al wel, uh, ik heb er al wel wat gezien. Ja. Maar maar gewoon, gewoon het, het, voelt, het voelt meer het is zeker als. Gelijk, dat, he, het voelt ja. meer dan. Ja, nee, het er gaat zelfs niet over gelijk. Want jij hebt ook gelijk met het feit dat we, dat we inderdaad. Je, je, je hebt de fiets als straden en zo. Dus je merkt wel dat er zo. Een aantal, hè, en zeker elke nieuwe aanleg in de stad Antwerpen, is meestal een breder fietspad en één baanvak minder voor auto's. Ja. Maar dat vind ik als hè, iemand die beide doet, fietsen en auto je, hè, rijden, als ik auto rij word ik altijd zot van zo dat soort. Hier worden gewoon files gecreëerd om mij te ontmoedigen om met een auto te rijden. Is het dan niet beter dat je niet die files, waar ik mij niet van kan voorstellen dat dat goed is voor het milieu, dat je allemaal uitlaat, gassen te spuwen in een rij, een hele dag lang, dat je dan drastischere beslissingen maakt, zoals ze doen in Kopenhagen. Dat je durft te gaan voor, voor, voor van die... Wij moeten altijd naar het buitenland kijken. Je kijkt naar dingen als Rotterdam, die met die circulaire woningen, zoals je vertelde Die komen altijd aanzetten met dat soort ideeën. En in België heb ik altijd het idee dat wij er zo allemaal zitten naar te kijken en zeggen oh, Man, al dat gezever wil Gewoon met de motto, wat is dat nou weer? Zodat so die houding. Is, ja, het een, is dat ja. een houding van een volk? Of is dat, meer een, is dat meer een soort. Omdat we toch gewend zijn. Dat alles hier, hè, zeker wat ik al zei. Van die regeringsvorm, alles gaat hier zo traag. Je hebt nooit het gevoel dat ook iemand een beslissing durft te nemen. Dus je zit alleen maar te kijken naar mensen. waar je van denkt, ja. Hier zie ik dat niet heel snel gebeuren. Tenzij dat er mensen zijn die echt initiatief durven nemen. Want die moeten dan natuurlijk ook. ...moeten durven om zichzelf onpopulair te maken bij een gedeelte van de bevolking. Ja. Nu, u zegt daar, ik, ik rijd toch met mijn auto, zegt u ja, daar. Ja, inderdaad. Uh, maar pas op, dat klinkt alsof, ja, dat is een persoonlijke beslissing. Maar je moet ook eens kijken, nou, we zitten eigenlijk allemaal achter. Mm -hmm. uh, het is ook zo dat in ons land zijn bijvoorbeeld uh, de mensen enorm honkvast. Je hebt heel veel mensen, ze, ze verbergen hun woning op pakweg een leeftijd van 30, 35 jaar... Ze, ze, ze leven daarin tot hun 85 jaar. Dat is echt mm -hmm. een zeer normaal verhaal in, in België. Dat is helemaal het geval niet in Duitsland en in Nederland. Daar heb je cijfers over hoe, hoe dikwijls verhuizen, bijvoorbeeld Nederlands. Ik denk dat, dat, dat die zeven keer verhuizen over hun, over hun levensloop, zeven keer gemiddeld. Hè? En waarom doen ze dat? Omdat uh, de belastingen op het kopen en verkopen van woningen zijn veel lager dan hier. Dus stel je werkt in het noorden van Nederland, je hebt daar een woning, maar je krijgt een mooie kans in Eindhoven. Is het niet zo omslachtig of fiscaal uh, afremmend om die woning te verkopen in het noorden en een nieuwe te gaan kopen of huren eigenlijk in het zuiden van, van het land? We hebben hier vrij hoge belastingen op uh, kopen en verkopen van woningen. En dat geeft ook een rem op je mobiliteit. Plus we hebben ook in ons land een, een beperkte huurmarkt. Dat betekent dat uh, mensen. Ja, als u nu een job zou kunnen gaan doen in Hasselt of zo, of aan de rand van Hasselt. Uh, je hebt dan natuurlijk wel een huuraanbod, maar misschien net niet echt wat, wat u zoekt eigenlijk. Hè. Mm. En dus wat dat we vaststellen is dat, dat wij ook economisch veel minder mobiel zijn dan in onze buurlanden. Zeker Nederland en Duitsland eigenlijk. En, en die zaken die ik nu beschrijf, dat is, dat is voor een stuk het gevolg van beleidskeuzes. Als je als beleidsmaker mensen stimuleert om privaat eigenaar te worden, en dat ook gaat fiscaal sterk ondersteunen hebben veel mensen het idee in hun hoofd van, ik moet ooit een huis kunnen kopen, want huren is geld wegsmijten. Dus ik, ik ga toch maar iets kopen, al is dat van slechte kwaliteit, maar kom, ik ben dan tenminste eigenaar en ik ben goed voor de rest van mijn leven. In onze buurlanden denkt men dikwijls zo niet. Dan zegt men van, kijk, ja, ik kan misschien later wel een huis kopen, maar nu heb ik een beetje onzekerheid over mijn werk en mijn gezinssituatie. Dus ik huur gewoonweg iets, en ben ik het beu na x jaar, oké, okay, huur ik iets anders. Dat vindt men helemaal geen, geen onlogische strategie. En je kan daar als beleidsmaker heel veel eigenlijk aan doen. Dus de mensen die hier zeggen, ja, ik moet met mijn auto rijden, die beseffen misschien niet goed dat ze dat moeten doen, omdat ze natuurlijk in een fiscaal systeem zitten. Of in een markt waarin dat een zeer beperkte huurmarkt is, die je net dwingt om ja, honk vast te blijven op die ene plaats eigenlijk. Hè. Mm -hmm. en dat kan je wel veranderen als beleidsmaker. Op lange termijn natuurlijk, hè. niet van dag op dag. Nee. Maar en, en ook een belangrijk element is natuurlijk als, als we kijken naar het pure ecologische verhaal: we, we praten altijd over uh, ja, de isolatie van onze woning, is natuurlijk heel belangrijk. Maar ja, als je nu een super, super uh, efficiënte woning in het platteland neerplant en je moet er als man en vrouw voor elke mobiliteit de auto continu gaan gebruiken, dat is ook niet echt super duurzaam eigenlijk. Hè. Mm. Dus we moeten wat meer kijken naar het globale plaatje eigenlijk. Hè. Ook hoe, hoe gaan we om met onze, onze ruimte? Is die echt wel uh, efficiënt eigenlijk ingezet? Uh, dat kan zeker en vast ook uh, verbeterd worden. Wat ik economisch ook interessant vond, dat je zei, is dat hetgene waar al jarenlang over gepraat wordt, dat ze daar naartoe willen evolueren, waar ik ook niet heel goed weet wat, wat is dat ik daar zelf eigenlijk over, over voel. Maar dat nu wel ineens in een versnelling terechtgekomen was, omwille van de, de besmettelijkheid van die ziekte, was die cashless society. Hè? Van echt letterlijk te zeggen: gaat, veel plekken zijn al liever niet meer cash betalen, je gaat met een kaart betalen, je gaat dat doen, je merkt dat dat. Dat dat op een bepaalde manier meer en meer wordt aangemoedigd. Um, ook een van die dingen, omdat we het er straks ook over privacy hadden, was natuurlijk het analyseren van betaalhistoriek, om op te sporen met wie of waar dat je in contact gekomen bent met mensen als je, um, als je eventueel besmet bent of dat soort dingen. Ja, dat klinkt allemaal heel mooi, maar dat klinkt toch allemaal ook weer als veel meer uh, overheidscontrole over alles wat dat jij doet. Met uw geld? Als cash verdwijnt, is dat een goede zaak als econoom of niet? Um, dat heeft voor- en nadelen, zoals alles eigenlijk. Mm -hmm. hè? Nu in uh, de Zweedse steden betaalt men eigenlijk quasi niet meer met, met baargeld. Dus uh, daar gaat iedereen, ook mensen van 95 jaar, betalen een broodje met hun bankkaart eigenlijk. Hè? En dat is echt wel een bewust beleid geweest van Zweden. Ingegeven vanuit ja, veiligheidsoverwegingen, maar wel simpelweg. Het sterk ontraden dat nog iemand gaat een winkel overvallen omwille van de kassa, want er is geen kassa. Hè? En je hebt dus heel veel... Ja, bankovervallers ja. hebben het ook niet gemakkelijk meer. Het is, het is zeer hard als bankovervaller in Zweden, omdat uh, je hebt daar ook cijfers over. Ik denk dat een vierde van de Zweedse banken heeft geen baargeld in huis heeft. Dus je kan je kan, niks, je kan alleen maar zeggen als overvaller, gelieve op mijn rekening over te schrijven. Dat, dat, dat uh, kan je nog wel doen. Maar dus... Dat heeft voordelen in de zin van het produceren van baargeld, dat, dat kost ook iets natuurlijk. Hè. Geld maken is, is vrij duur. En ook geld, geld transporteren, dat is ook uh, een vrij onzinnig systeem eigenlijk. Dat moet bewapend worden en noem maar op. Ja. En dat hebben we de Zweden eigenlijk niet meer. Dat is, dat is een voordeel. Natuurlijk, inderdaad, u bent traceerbaar. Hè. Iedereen kan zien wat heeft u allemaal gekocht, waar bent u geweest. En vanuit... Want die coronabeleid is dan wel nuttig om te weten. U bent daar in, in dat tankstation geweest en u heeft daar dag gekocht. Dan kan men via het traceerbeleid die mensen gaan waarschuwen. Pas op, die klant was misschien covid-positief of noem maar op eigenlijk. Mm -hmm. hè. Dus ja, in welke mate vind je dat maatschappelijk aanvaardbaar dat... Uh, een instantie zou kunnen uh, uw, uw historiek traceren. Dat is dan meer een ethische kwestie eigenlijk. Hè. Ja, iets dat ook al veel gebeurt sowieso al, denk ik nu momenteel. Ik denk dat er, zou, dat er al veel over u geweten is. Ik ja. Zou ik zo zeggen. En ook niet vergeten, we zitten ook nog altijd in een paar landen, waaronder België, met een informele economie, een eh, sy systeem van, van zwart werken, eh, en dus mensen die in het zwart betalen of betaald worden, ja, die gaan dat geld ook ergens laten circuleren. Als natuurlijk iedereen moet effectief gaan uh, ja, betalen met overschrijving of noem maar op, dat, dat, dat brengt die mensen ook in de problemen. Wat net de bedoeling is eigenlijk. Nee. He, we willen een, een kleine informele economie. Plus, het geeft ook uh, meer slagkracht aan politiediensten in de strijd tegen de financiering van illegale activiteiten eigenlijk. He. Dus nee. je, hebt, je hebt in theorie toch wel een paar belangrijke voordelen. Maar je moet ook wat consequent zijn. Je kan daarop uh, kritiek uiten, zeer terecht natuurlijk, maar niet nee. vergeten. Veel mensen gooien onbewust van alles en nog wat op sociale media over hun intiemste privéleven maar dan nee, ze spreken, ja, tuurlijk, en dan tuurlijk, ja. maken ze het probleem van het feit dat iemand zou kunnen zien, je hebt daar in die pano's een sandwich gekocht. Je moet die balans ook een beetje Ja, zwartwerk zwart vind ik ook een hele moeilijke, gewoon omdat zeker voor de, voor de horeca, hè, die dat daar die heel veel, hè, dat weten we, dat dat daar veel in voorkomt. Maar de, de reden dat iedereen dat ik ken die in de horeca werkzaam is en daarover praat, hè, als het, uh, dat, die, die zeggen allemaal ja man, als je iemand aanneemt, dat zijn ja. aan zo'n belachelijk hoge kosten dat dat totaal niet rendeert. Ja. En ik vind het ook heel raar dat, 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 een, dat een, een, een overheid bijna mensen in een positie kan duwen dat ze moeten gaan uh, omgaan met zwart werk ja. om het dan te gaan bestraffen. Hm. Waardoor dat je denkt, ja, het is eigenlijk de reden waarom dat het wederom allemaal zoveel kost, is de reden waarom dat het gebeurt. Ja. Dus wat, wat kunnen daar oplossingen voor zijn, die, 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 die niet alleen gaan over. nu gaan we dat ook van u afpakken, maar we gaan daar niks voor in de plaats geven. Je gaat eigenlijk gewoon een goede, kopere manier om geld te verdienen kwijtgeraken. En ja, dat was het dan. Ja. Want dat is het gevoel, denk ik, dat mensen in sectoren waar veel zwartwerk in voorkomt, die gaan dat denken. Die gaan zoiets hebben, goed, dan zijn we dat kwijt en wat krijgen we ervoor in de plaats? Ja. Zeker geen zekerheid of, of nee, nee, nee. minder moeten betalen. Nee, nu, ik moet wel zeggen. De, de vorige regering heeft met de, de Flexijob wel een mechanisme gecreëerd dat toch wel ergens tegemoet komt aan, aan een paar van die problemen, onder andere in de horecasector. Hè? Mm -hmm. Dat is één aspect. Maar wat ik dan net ook al heb gezegd. Ons land heeft een zeer hoge fiscale druk op mensen met relatief lage inkomens. En dat is de bron van al die problemen, ja. eigenlijk. Hè. En dus, dat is in mijn ogen uh, een uiting van. Ja, je hebt geen echt maatschappijbeeld. Of nee, dat is geen wervend project naar mensen die dikke slagen geschoold zijn, noem maar op. En, en iedereen beveelt eigenlijk al een tijdje aan om dat te herbekijken, eigenlijk. Dus, ik vind zeker en vast dat dat er moet in ons fiscaal systeem. Verandering komen die net naar de lage scholen toe meer opportuniteiten biedt. Ja, was, is, is dat een goed idee? Want ik heb al vaak van die van die, uh, van die projecten gehoord, die is al wel in het buitenland gedaan hebben, ook vaak weer in Scandinavië, want daar blijken ze toch altijd wel een beetje vooruitstrevend te zijn met bepaalde ideeën. Een soort uh, experiment dat ze gedaan hebben met een gewaarborgd vast inkomen, bijvoorbeeld. Dat je zou zeggen, iedereen, <tus> ja, we betalen een hoop belastingen. Zegt gewoon dat iedereen is 1000 euro op zijn rekening heeft staan op het einde van de maand. Is dat iets dat haalbaar is of is dat iets dat, dat utopisch is? Wel, als je het echt gaat universeel willen aanbieden, betekent dat betekent aan iedereen, dus ook aan mensen die al zeer rijk zijn, mm -hmm. wordt dat natuurlijk een zeer duur instrument. Hè? Mm. En je hebt daarvan heel wat berekeningen gezien de afgelopen jaren. En dat is extreem, extreem, extreem duur. Dus wat wel overwogen kan worden, is om het selectief toe te kennen. En dat doen we eigenlijk ook al in een paar landen, ook in Duitsland, maar ook in de VS en ook in een paar Scandinavische landen. Dat is namelijk een fiscale subsidie voor mensen die economisch actief zijn. Dat zouden we ook kunnen invoeren voor pakweg, zeg het maar iets, mensen die werken in de horeca of zoiets. Mm -hmm. Dat je zegt van kijk, als je in, in een paar sectoren werkt die onder druk staan om diverse redenen, kan je bij je fiscale aangifte, je geeft gewoon met je inkomen aan, en als dan blijkt dat je valt onder een zekere drempel, krijg je een fiscale subsidie. En dat is eigenlijk wel enorm, ja, moet ik zeggen, stimulerend, omdat dus mensen eigenlijk wel beseffen van, mijn loon is misschien niet zo super, maar ik krijg van de fiscus, aan het eind van mijn afrekening, nog eens een zeker bedrag erbij. En ik denk dat in Zweden dat bedrag aanzienlijk is. Hoor. Dat gaat echt over duizenden nee, kronen of euro's dan mm -hmm. per jaar. En zo kan je wellicht gericht gaan bepaalde sectoren ondersteunen. Uh, het universele basisinkomen, hè, wat, wat nu meer en meer aandacht krijgt, uh, is vooral interessant voor landen die op dit moment amper een sociale zekerheid hebben. Daar wordt nu over nagedacht in, in Oost-Europa, of nee eerder, laten we zeggen, uh, ja, emerging economies, maar ook in Latijns-Amerika. Mm -hmm. Omdat men daar niet zoals wij een systeem hebben van onder andere universele toegang tot ziektezorg, noem maar op. Hè. En dus ja, als mensen dat allemaal niet echt kennen, is natuurlijk zo'n basisinkomen. Tenminste, iets wat je aan die mensen geeft, wat dat zekerheid kan bieden. Hè. Mm. Maar dus, mochten we zoiets gaan invoeren in ons land, dan heb uh, je hebt daarvoor studies, onder andere ook van Itinera, maar dan, dan moet je spijtig genoeg bepaalde andere mechanismen gaan afschaffen. Mm. om het te kunnen financieren. Het probleem is dat universele. Als iedereen dat gaat krijgen, gaan ook de rijkeren dat krijgen, die helemaal niet nodig. Ja. En dan heb je, is het natuurlijk heel duur. Hè. Ja. Misschien hier op, uh, een beetje op voortbouwen. Dat is een vraag die we, we hebben hier nogal wel mensen zoals u gehad. En elke keer komt dat terug. Als iemand is mijn econo econoom, waarom vraag je dat niet? Dus u bent nu de gelukkige. Ja. Um, en ook omdat het een beetje past in uw boek. Hey, u spreekt ook met de nodige uh, liefde, misschien wat overdreven, over hey, robotten en, <tosses> en dat die dingen kunnen, kunnen bijdragen. Uh, Wordt er soms vanuit de economische wereld nagedacht over een misschien verre toekomst? Misschien gaat dingen als corona dat versnellen. Dat we op het punt komen dat we met een hele hoop mensen gaan zitten die niet meer gaan hoeven te werken. Uh, hé, omdat het, het zij, we zijn met te veel, de overpopulatie, dat is ook nog een, een andere vraag waar we misschien over ja. kunnen praten. Uh, als alles robotten gaan worden, economen zijn vandaag de dag ook meer en meer sociologen aan het worden. Wat gaan we met al die mensen doen? Ja, well, daar denken economen al, al lang over na. En ik denk dat een van de eerste die daarover uh, geschreven heeft, dat is John Stuart Mill en daarna Keynes. Mm -hmm. En die, die hebben een soort maatschappij toen geschetst waarin, laten we zeggen, de behoefte aan arbeid zou terugvallen op ongeveer, iedereen werkt nog pakweg acht of tien uur per week. Dat was hun projectie toen, echt van, van lange tijd terug eigenlijk. Omdat men nu zag, je hebt een technologische dynamiek en je hebt alsmaar minder mensen nodig om al die goederen te maken. Dus na verloop van tijd gaat die efficiëntie van de technologie heel veel mensen ja, thuis kunnen laten en dus werken wordt een soort, uh, moet ik het zeggen element van profilering. Zo van, kijk, ik wil toch nog gaan werken, dus ik ga pakweg tien uur per week werken, maar anderen die daarvoor geen zin hebben, die blijven gewoon weg thuis. Dat was toen een beetje het denken. En toen had uh, John Stuart Mill, uh, die schreef rond 1870, 1880 geloof ik, hè, had hij zo het idee van, kijk, uh, dit is vooral een sociale uitdaging, want wat gaan mensen doen als ze niet meer werken? Moeten ze zich gaan, ja... Uh, op een uh, creatieve manier gaan bezighouden met, met de kunsten, met burgerschappen, noem maar op. Dat echt eigenlijk een uh, enorme boom wat betreft uh, sociale interactie op een zeer positieve manier. Hè. En dan kwam Keynes, die rond de jaren 40, 30 een prognose heeft gemaakt van kijk, we gaan veel minder moeten werken de komende decennia. Dat is allemaal niet gebeurd, Omdat natuurlijk, je hebt sindsdien een enorme expansie gehad van de dienstensector en ook, wij kopen gewoonweg enorm veel spullen die niet bestonden 50 of 100 jaar terug. Hè. Mm. En dat heet eigenlijk peak stuff. Dat betekent, wij kopen eigenlijk maximaal spullen. om vast te stellen, we hebben thuis amper nog plaats. we moeten alles <laughs> naar het containerpark gaan brengen om de zes maanden, bij wijze van spreken. een goede kamer voor in te zitten. Ja, als je ja, dat ja. Zegt. Nee, 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 nee. Maar, maar uh, dat heet <laughs> peak stuff hè? zat hier vol piekstof, Andries. <laughs> <Ja, ja>. Sorry. <laughs> Maar dat, maar, dat is, maar dat is geen duurzaam model. Mm -hmm. Dat is helemaal geen duurzaam model en daar stappen we ook een klein beetje van af. Maar dus wat nu gebeurt met met technologie is natuurlijk een andere categorie, hè. omdat wat ik dan net beschreef, dat was de klassieke automatisering. Maar nu heb je natuurlijk de koppeling van intelligentie aan die automatisering en dat mm -hmm. is natuurlijk een versnelling. En dat is door die coronasituatie is dan nog eens aan het versnellen, omdat uh, bijvoorbeeld Microsoft heeft gezegd zeer recent. Wat wij nu plotseling zien in zaken videoconferencing en allemaal die digitale tools. Hmm. Wat we nooit verwacht dat zoiets zou kunnen gebeuren op twee maanden tijd. Maar dat is nu plotseling iedereen doet dat nu. Maar ook iedereen is nu ook aan het nadenken. Hoe kan ik mijn dagelijkse job gaan anders organiseren. Dankzij die digitale tools. Iedereen verkent al die programma's. En velen gaan dat ook blijven doen. eens deze situatie achter de rug gaat zijn. Maar wat gebeurt ook door al die quarantainemaatregelen. in die high-tech fabrieken. Dus de onderhouds. Programmeurs mogen niet meer ter plaatse gaan. Dus zijn nu aan het nadenken: hoe kunnen we nu van op afstand onderhoud gaan organiseren en noem maar op en zo. En ook daar zegt men: in de ontwikkeling van nieuwe procestechnologie is er een enorme versnelling gebeurd de afgelopen simpelweg twee maanden uit noodzaak, omdat anders u uw boel stil zou vallen op een mm -hmm. of andere manier. En dus dit is wel iets, iets structureel in de zin van: uh, dit kan op lange termijn onze maatschappij enorm veranderen. Je hebt al lang die doembeelden, dat hierdoor de werkgelegenheid sterk onder druk komt en dat we dus een deel van de bevolking niet meer gaan economisch kunnen inschakelen. En dat doet dan denken aan... Eh, Harari zijn de useless, hè. Dus mm -hmm. die, hij zegt dus, die groep die heeft geen economisch nut meer, als ik het zo extreem mag uitdrukken. En wat gaat de overheid dan mee doen? Hoe gaan we die bezighouden op een of andere manier? En dan zegt Harari... Uh, dit wordt een enorme belangrijke kwestie, want historisch gezien heeft de overheid altijd geïnvesteerd in mensen vanuit het idee die gaan later maatschappelijk renderen. Ja. Dus waarom pompen wij geld in onderwijs? Omdat we natuurlijk werkkrachten nodig hebben voor de komende decennia. Hè? Maar als je op voorhand weet, we hebben eigenlijk heel weinig werkkrachten meer nodig, waarom, zegt dan Harari, zou een staat veel geld pompen in onderwijs van mensen die toch niet gaan te werk gesteld worden? Dat is iets radicaal anders eigenlijk. Hè? Mm -hmm. En dus dat is een, een beeld. En hij heeft altijd gezegd, uh, ja dat is geen korte termijn beeld natuurlijk. Hè. Dat kan nog een paar decennia gaan duren. Maar we moeten wel op zijn minst een paar zaken bewaken. En het meest belangrijke punt is denk ik, dat we moeten ervoor zorgen dat in onze maatschappij er altijd genoeg jobs zijn voor laaggescholden. Ja. Als we dat negeren, creëren we een maatschappelijk probleem. En dat is volgens mij een van de pijnpunten van de VS. Waar men veel minder investeert in mensen dan wij. We hebben hier nog altijd opvangnetten voor mensen die in het onderwijs het niet goed kunnen aanpakken. Je kan hier cursussen volgen, je wordt bijgeschoold. Je hebt in Duitsland een systeem dat mensen in de onderneming kunnen opleidingen gaan volgen, noem mm. maar op. En dat wordt ook fiscaal ondersteund. Je krijgt ook coaches in vele Europese landen. In Denemarken bijvoorbeeld, als je werkloos wordt, heb je onmiddellijk na één week. Één week een individuele coach voor u, die gaat u cursussen aanbevelen, die gaat u ook, indien nodig, een beetje pep talk geven, mentaal ondersteunen, die gaat mee met u solliciteren, die helpt u uw cv updaten, enzovoort, enzovoort. En dat helpt terug mensen makkelijk zich herintegreren in de arbeidsmarkt. Dat is allemaal onbestaande in de VS. En dus, Ginder, heb je echt wel een groep die afhaakt eigenlijk. Hè. En, en dat is maatschappelijk alles optimaal eigenlijk. Hè. En dus wat, wat nu gebeurt is. Versnelde automatisering tijdens de opkomst van artificiële intelligentie. En dus ja, we gebruiken AI ook om het virus beter te begrijpen, maar je kan nu ook die supply chain beter gaan organiseren dankzij AI. Dat gebeurt eigenlijk ook al. En dat is nu ook waarschijnlijk volop bezig in allerhande leeromgevingen uh, om ook dankzij AI het meest rendement proberen te koppelen aan bepaalde modules en noem maar op. Dus die zaken zijn echt wel aan het versnellen. En niemand heeft een glazen bol natuurlijk, hè. Maar, maar dit moeten we echt wel goed denk ik, opvolgen om niet moeten te moeten vaststellen binnen 10, 20 jaar, eigenlijk die lage scholen die zo makkelijk vervangbaar zijn, mm -hmm. uh, die groep groeit enorm en dit is een sociale kwestie aan het worden. Hè. Moeten we dan niet meer gaan denken aan wat de zin van het leven wordt? Ja, want veel van die dingen. Hey, dat is ook tof van het boek dat je ook soms uitstapjes maakt. Dat niet alleen feiten en cijfers zijn, maar dat ook. Hey, waarom dat ik ook daar straks zei: van, ja. jullie worden meer en meer sociologen. Maar als ik zo denk aan een, aan een, een grote groep mensen die eigenlijk geen nut meer hebben. Er gaat iets in de plaats moeten komen dat we precies op deze moment niet hebben. Ik zou... Ik, 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 waarschijnlijk slaat dat nergens op, maar ik dacht net even, we hebben nu een nieuwe religie nodig, om mensen... maar Ja, ik weet het. Maar, ja, maar ja, dat was ooit wel een, 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 een middel om, om het leven aan te kunnen. Uh, de zin van het nieuwe leven. Nieuwe filosofie toch, ja. in ieder geval. Ja. ja. <laughs> dat lijkt me een, een grote... Allee, dat lijkt me wel een enorm grote uitdaging. Ja, er is een uitdaging, maar er is volgens mij, er zijn makkelijker oplossingen dan alleen een nieuwe religie af te wachten. Dat kan ook zeker en vast een piste zijn. Hè. Mm -hmm. Maar uh, een van de, de boeken waar ik ook zelf naar verwijs en die ik eigenlijk, uh, was voor mij een enorme blikopener, is het werk van uh, Johan Hari. Mm -hmm. uh, die heeft Lost Connections geschreven. En dat is eigenlijk, uh, dat is een journalist, uh, een Zwitser, en die kampt al vanaf zijn, denk ik, 15 jaar met depressies. En die heeft alle trajecten van medicatie doorlopen en heeft daar nooit echt uh, de oplossing in gevonden. En die heeft de 200 top-experts rond uh, depressie geïnterviewd. Je kan allemaal die interviews en site terugvinden. Dat is echt op zich een, een openbaring, eigenlijk. En zijn centrale boodschap is: uh, de beste aanpak voor dat soort problemen is het heropbouwen van connecties, ja. simpelweg menselijke contacten terug heropbouwen. Dat is zeer divers. Hè? Contact met je eigen gezinsleden, met uw familieleden, met uw vrienden, maar ook met uw omgeving. Maar ook contact met uw werk. In mm. de zin van uh, ergens een besef kunnen maken van kijk, wat ik doe, draagt bij tot dit en tot dat. En ik kan het nog verbeteren door zelf die inspanning anders te gaan aanpakken. Of noem maar op. Ook contact met de natuur is een heel belangrijk punt. En ook contact met de, met de gemeenschap. Ruim bekeken, eigenlijk. Mm. Dingen zoals vrijwilligerswerk en noem maar op. En wat doet men ook al in een paar landen? Uh, men geeft aan mensen met een depressie een soort uh, alternatief voor medicatie. Simpele dingen zoals samen gaan tuinieren. Dat kan je doen onder andere in de UK. Dat is heel populair. Je hebt mm. daar rond die steden dikwijls van die stadstuintjes die moeten worden heraangelegd Wel, wat doet men dan? Men plaatst gewoon weg dikwijls tien mensen met Allerhande mentale problematieken. las die samen. En men zegt kijk eens, beste mensen. Dit wordt jullie project voor de komende twee maanden. Jullie gaan dat allemaal uh, fatsioneren en heraanplanten. Met natuurlijk pas steun van een paar. en noem maar op. En wat blijkt? In het begin werkt dat niet zo goed. Maar die mensen leren elkaar kennen. Beginnen te praten tijdens het werk. Die hebben een nieuwe structuur in hun leven. En die bouwen echt connecties terug op. En dat is enorm effectief om mensen te ondersteunen. En dus zijn centraal punt is. Heel wat van onze actuele problemen zijn er door het gebrek aan connectie. We zijn dikwijls enorm geïsoleerd, hè. we staan op met onze smartphone, we gaan slapen met onze smartphone, we hebben 500 vrienden overal en nog, nergens, maar we hebben heel weinig mens, menselijke contacten eigenlijk. En ook onze buurt, we lopen misschien rond in onze buurt, maar we, we kennen heel weinig mensen en we voelen ons ook niet echt betrokken bij die buurt. Mm. En dus, dus eigenlijk, als je wil... Uh, het maatschappelijk klimaat verbeteren, zijn stelling is werk aan connectiviteit op alle mogelijke fronten. Binnen de onderneming, binnen de organisatie, binnen verenigingen. En, dus, uh, en hij kan dat ook aantonen, dat ook wel effectief blijkt te werken. En niet alleen natuurlijk voor mensen met, met een depressie of met angsttonissen, maar ook iedereen die, uh, iedereen heeft daar baat bij eigenlijk. Hè. Dat, dat weert u ook tegen, tegen allerhande onzekerheden en dat kan ook uw eigen leven te goede komen. Ja, je merkt wel dat toen we allemaal thuis zaten, hè, en je ja. had zo die periode dat je dan zo van die Zoom-meetings deed met je vrienden, wat alweer wel weer, hè, hoe zeg je dat, een, een, een veder in de hoed is van, uh, van technologie, hè, dat je merkt, nu kunnen wij wel dingen die we ja. twintig jaar geleden hadden we elkaar gewoon echt drie maanden niet gezien, en dat we wat gebeld of zo, maar meer dan dat was het niet. Nu kon je al een avond organiseren, dat je allemaal met drank ging zitten en babbelde, en dat je daar toch een enorme nood aan had, en toch tegelijkertijd, als, als ik, eh, ik kan me het zo al voorstellen dat al die dingen die jij zegt, hoe dat wij al in elkaar zitten vaak, die zeggen dat direct in de hoek van zweverig en zo gaat plaatsen mensen die zo heel hard een houding hebben van oh god, moeten we samen in een of gaan werken of moeten we dat gaan doen? Dat, dat, dat lijkt ook alsof dat wij meer ingesteld zijn op, op, een, op een manier van zijn die totaal haak staat op wie dat wij eigenlijk zijn. En mm. dat liet, dat liet die, die lockdown wel even terugzien. Ja. He, dat je terug mensen zag wandelen en fietsen. En je zag die rondwandelen in een park. En ineens ontdekten mensen terug zo van die dingen als. Hé, hey, we gaan eens naar buiten in een park rondlopen. En dat voelt eigenlijk goed. He, zo dat soort dingen. Dat, dat, er, dat, dat het zo grappig is dat, dat wij in zo'n zo maatschappij leven waar, dat, waar het lijkt alsof dat. Al de dingen die echt goed voor ons zijn, worden wij bijna ontmoedigd om te doen. Ja, veel mensen hebben heel simpele dingen enorm hard gemist. Hè? Mm -hmm. Heel simpele dingen, zoals bij je ouders kunnen gaan en, en daar op zondag namiddag een stuk taart eten, bij wijze van spreken, ja. hebben dat hard gemist eigenlijk. Hè? Ja. Iets maar dat... waar je met je mee ogen verrolde dat je dat weer moest gaan doen. We, en maar... uiteindelijk valt dat weg en denkt: ja, dat, dat is toch nodig of zo. Ja. Maar dat is ook een, een herontdekken van, van dingen die toch wel ergens uh, voldoening brengen. En ook uh, die ons, uh, ja, dat ook ons leven structureert eigenlijk ook. Hè. Dat mm heb -hmm. ik ook wel nodig, denk ik. Hè. Wat, met de lockdown, veel mensen zijn plotseling, ik ook, uh, gevallen in een situatie van: ik heb geen enkel plan, er valt niks te doen. En dat ben je niet zo gewoon. En je hebt dat, ik heb het daar ook wel een beetje moeilijk mee gehad. En ik denk, ben niet de enige, denk ik. Mm -hmm. En dus uiteindelijk. Ja, wij willen ons leven structureren. We willen ons leven wat herkenbare eikpunten geven en, en menselijk contact. Heel divers is natuurlijk essentieel erin. Hè. Als we allemaal moeten lang in onze eigen kamer zitten, daarvan, uh, dat, is, dat is enorm, enorm moeilijk. Hè. Mm -hmm. Ja, ik, uh, ik, ik zat mij ook denken, te... want ik, ik zit daar uh, zelf nog een klein beetje, omdat ik natuurlijk in die sector zit ja, ja. die niet op gang komt, hè, momenteel toch niet? Of heel traag, hè, vanaf. Uh Vanaf 1 juli hadden wel al 200 man en zo. Dus dat is al een, een start. Ja. Maar als je natuurlijk moet gaan naar, naar dingen die dat ik, um, zal ik maar zeggen, gewend was. dan zal het nog wel even duren voordat het zover is. En het lijkt ook alsof dat die beslissingen daar ook nogal traag aan het gebeuren zijn. Hè. Het is een risicovolle sector omdat er veel mensen bij elkaar moeten zitten. Maar ook daar voelde dan zo'n soort onlogica. Waar ik al heel veel uh, mensen in het artistieke vak rondom mij. Heel zenuwachtig van, van voel worden. Je, je ziet al posts voorbij komen. van ah, we mogen al allemaal terug op een vliegtuig naast elkaar zitten. maar een show spelen, dat is dan onmogelijk. Ja. Of voetbal gaan we wel organiseren. maar een theater, daar kan dan klaarblijkelijk geen beslissing over gemaakt worden. Dus ik, ik, ik vraag me af. Hoe, hoe zie je dat soort dingen evolueren? In de, je gaat dat heel snel gaan, denken, je, dat je terug gaat komen naar een soort. Ja, normaliteit is veel gezegd. Wat zijn eigenlijk de dingen die dat je, als je dit bekijkt, want ik ben een beetje van de hak op de tak, maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, uw boek is eigenlijk een soort, het, de eerste zin vond ik al een hele goede. never waste a good crisis. He, zo, er is iets, iets gebeurd dat bepaalde dingen verandert. Wat zijn echt blijvende veranderingen, denk de voor in de toekomst? Of is het daar nog niet erg genoeg voor geweest? Wel... Uh, wat ik hoop is dat we niet snel gaan springen naar 1, 2, 3 maatregelen en de meeste klus geklaard. Eigenlijk als we echt onze maatschappij en economie willen echt verbeteren, met een fiscale hervorming, met hervorming van economische en sociale sectoren, met heel andere beleidskeuzes, dat vraagt heel veel tijd. En daar moeten we echt wel onze beleidsmakers tijd voor geven, maar ook zonder, continu onder druk zetten om dat traject natuurlijk... Niet te laten verzanden in iets wat blijft aanslepen waar niks uitkomt, eigenlijk. Hè? Nee. Dus ik ben niet zo'n fan van 1, 2, 3 snelle maatregelen. Maar uh, we gaan volgens mij zeker en vast uh, anders omgaan met technologie, definitief. Dingen zoals thuiswerken en noem maar op. Dat gaat denk ik uh, niet alleen ja, volledig teruggeplooid worden. Dat gaat voor een stuk blijven. We gaan natuurlijk een tijd. Uh, ja een beetje wat meer risico-avers zijn hè. we gaan wat meer nadenken over dingen die zouden kunnen verkeerd gaan in een paar sectoren en noem maar op maar ik denk niet persoonlijk dat er een tweede lockdown gaat komen nou, ik denk dat, dat echt denk niet ik denk ook dat niet, helemaal he. niet nee. maar, maar gaat zeggen, als het virus terug gaat opflakkeren, gaat men zeggen iedereen weet wat hij moet doen mm -hmm. handen wassen afstand houden masker dragen het zou me echt enorm verbazen mocht men twee keer naar zo'n lockdown-situatie gaan. Gaat u dat ook nog Strakenwijk, maar het is, het is actueel. Hè? Het is van het weekend gebeurd, Flagship Plan. We zien dat. Hè? Honderd mensen die, of honderden mensen die komen samen vieren, vooral jonge <laughs> mensen. Um, dat, wat we er ook van vinden: het, had, het, het wel duidelijk was van. We zijn het wel al snel vergeten. Ja, het is voor u al gedaan. Zo, het ja, lijkt alsof eh, al het ja, voor sommige mensen al gedaan is Ik, vond hun, ik vind hun, ja, ja. die groep, hè, waar veel studenten zijn nu natuurlijk kop van jut, omdat ze samenkomen, maar eigenlijk als je het uitbreidt, loopt over straat en het, het leeft niet meer. Hè. Ja, het, ja, het leeft wel. veel minder, hè. Ja. Ja. het leeft ja. veel minder, ja. Mm -hmm. Maar wat, wat, u sprak net over de, de luchtvaartmaatschappijen. Mm -hmm. Wat aan mij ook wel enorm opviel is, men begint terug te vliegen, en men zegt dan, kijk, met de mondmasker en ontsmetten voor je aan boord gaat en noem maar op. En je hebt dan heel goede filtertechnologie, zegt men ook, bij de ventilatie. De meeste risico's onder controle. Ik wil dat, ik wil dat best geloven. Hè. Ik heb ook die, die testen niet gezien en noem maar op en zo. Ja. Maar natuurlijk, ja, als dat kan, dan open je wel de deur voor wat ook in andere sectoren zou, zou, zou moeten kunnen. Hè. Ja. En dus u spreekt daarover uh, de... Cultuursector, wel ja, de zomer is net begonnen. Open lucht kan je natuurlijk veel meer dan in, dan in een kleine gesloten zaal. Mm -hmm. eigenlijk, hè. Dus wat, wat dat betreft, is er daar toch wel ergens een beetje souplesse misschien? Uh, te verwachten, hopelijk, voor jullie sector, ja. uh, dat deze zomer nog voor een stuk kan worden benut met openluchtevenementen, Met dan weliswaar het dragen van een mondmasker en dat soort zaken. Hè? Mm -hmm. Wel jammer dat dan toch weer deze week weer bleek: dat toch weer niet, want het was over de steunmaatregel, dat dan toch weer niet in die regering wordt gesteund. Hè? Het was deze week dan hè, voor. Ja, want eigenlijk de, de ondernemingen hebben we kunnen niet klagen. Hè. Dat was de, de overbruggingspremies. Ja. Nu wordt de culturele sector weer vergeten. Ik zie niet dat u daar het antwoord op moet geven. Ja. Maar het voelt bijna, hè, dat is ook weer een beetje populisme, van ja, als uw lobby niet sterk genoeg is, hè, waarbij de luchtvaart waarschijnlijk wel sterker is dan bij de culturele sector, blijft het wel, wel een beetje uh, in de kou staan. En ik vond dat wel ergens jammer, ook deze week, dat het zelfs het momentum dat er dan is voor een verandering, dat het eh, toch snel moet gebeuren, want het is toch heel rap dat we neigen naar, naar ja, naar ervoor. Mm -hmm. Ja, maar is, is dat niet het, het meest logische, dat, bepaal, dat een paar dossiers aan elkaar worden gekoppeld in de zin van, wat, wat gaat mogelijk zijn voor voetbal, zou ook moeten mogelijk zijn voor openlucht cultuur-evenementen of muziekfestivals. Mm -hmm. Dat lijkt me ergens een beetje logisch te zijn. Hè? Mm -hmm. Dus als je, als je die dossiers zou kunnen aan elkaar koppelen. kan men dan nieuwe, wel makkelijker beslissingen nemen. Ik weet het, maar. Het lijkt me zo. En dat je cre... hebt toch het gevoel dat dat totaal niet gedaan is. Nee, wordt. want ik kreeg je toestanden. Ja. Dat is nu wel... He, dat is zo. De ja. voetballers die konden dan ook in aanmerking komen. voor een bepaalde steunmaatregelen. Dan kreeg je toestanden. dat he, Club Anderlicht of zo. denk ik zegt van ja. we hebben steun nodig. He, want we hebben mensen. Ja, die uh, 2 miljoen euro per, per jaar verdienen, en mm -hmm. ja, dat is voor ons aan betant. We gaan nu zeker niet de populistische toeren op, want dat is, ja. het is, je moet, die dossiers zijn te complex. Maar ja, als dan zo de cultuur niet, niet kan, dan denk ik, kom aan overheid, mm -hmm. dat is de, hier, uh, nu, je gaat niet veel meer momentum krijgen om echt iets te kunnen veranderen. en, en Dat vind ik dan wel, ja, dat, ik, we eindigen toch vaak met hetzelfde. Hè? Het, ons beleid... Zit toch een beetje verwrongen ofzo. Ja. Wij zijn, want dat is ook iets dat ik de, dat je ook zegt. Hè, bijvoorbeeld, hè, je hebt heel veel over de innovatie en zo. Maar wat, is eigenlijk, wat vindt u eigenlijk dat een overheid moet doen? Hè, want bijvoorbeeld, u, in in een boek bijvoorbeeld over de mondmaskers. Waar u zegt van. Ja, zegt dan bijvoorbeeld. Uh, was het BH-fabriek die dan ineens mondmaskers bronden ja, ja, Een ja, maandverband. Sorry, een ja, maandverband. Ja, ja. ja, 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 dat is een heel mooi voorbeeld. Een heel sterk voorbeeld. Flexibiliteit. Flexibiliteit. Ja. Maar ik voel toch precies altijd dat het van de bedrijven moet komen. En dat de overheid er altijd zo half achter loopt. En het probeert te claimen. <laughs> Ja, maar natuurlijk, nee, wat, ik, wat we ook moeten erkennen is natuurlijk dat dikwijls uh, heeft men uh, in dit land aan een kleine groep mensen alle beslissingen gegeven. En dat is ook niet makkelijk, want die mensen kennen ook alle sectoren natuurlijk niet door en door. En dus die kunnen niet onmiddellijk uit hun mouw voor elke sector maatwerk op tafel gaan leggen eigenlijk. Hè. Dus de vraag is altijd een klein beetje dan, wie zou nu het best kunnen zo'n beslissing nemen? Nou, en uit de sector zelf. Meestal. Dat zou moeten. Dat zou, mm -hmm. wie, wie de sector goed kent, bijvoorbeeld, ik, ik, uh, ik fiets graag en ik ben ook bij een fietsclub en dat soort zaken. En dan een paar weken terug kwam er plotseling een versoepeling voor de fietsers. Mm. Maar je moet dan wel gaan rijden met anderhalve meter afstand. Nu, als je dat echt gaat doen, dan neem je bijna gans de, de rijstrook van de weg in. Mm -hmm. Je rijdt ver van elkaar. Je moet ook dan, uh, ja, altijd tussen twee mensen die achter elkaar rijden, ook veel afstand houden. Je gaat dan enorm veel automobilisten irriteren en dat soort zaken. Dus dat klinkt allemaal goed op papier, maar, maar een echte fietser weet, dat, dat kan je niet uitvoeren. Mm. Maar dat is geen verwijt naar de mensen die die maatregelen hebben genomen, maar eigenlijk... En ook toevallig hebben een paar burgemeesters toen gezegd, ja, in mijn stad laat ik dat niet toe, bij wijze van spreken, omdat eigenlijk dat eigenlijk geen goede maatregel vindt. Ja, 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 ja. Maar, maar ik, ik denk dus dat ja, je moet voor, voor uh, de meeste sectoren, het beste lijkt mij, gewoon weer dat je zelf met de plan afkomt van hoe het wel kan vanuit uw sector zelf. Ja. Bijvoorbeeld rond openluchtevenementen met de mondmasker en een paar creatieve dingen om afstand wat te garanderen. Ik denk dat je best zelf met je plan afkomt en dan kan alleen maar zeggen, het is een slecht plan of het is een goed plan. Ja. En dan heb je direct een basis, denk ik, om over te praten. Maar dat is het dat is denk ik, waar dat altijd al het grootste... Um, wat dat momenteel altijd de grootste overweging zit tussen de... de de gezondheid en de economie. Dus ja. het, het idee van, um, omdat openlucht evenementen kunnen eventueel nog bespreekbaar maken, maar als het gaat over bijvoorbeeld culturele centra of hè, plekken, theaters, dat soort plekken. Ja, het is, het is inderdaad, je kunt, je kunt je aan de maatregelen houden. Dat betekent meestal dat je zou optreden voor een derde capaciteit van de zaal. Wat op zich allemaal nog te doen is, hè, wat ook allemaal oké okay, is, maar dan krijg je altijd het financiële plaatje. Dan ja. levert het niks meer op. Hè. Dan merkte ook dat bepaalde zalen zeggen: Ja, we verdienen eigenlijk meer door niet open te gaan dan door wel open te gaan die een dag. En dan zit er we wel, wel een beetje met een, een, een probleem. Hoe, hoe lost je zoiets op? Dat is een heel moeilijke nu, vraag. Nu, he? Allee, leg dat eens uit. Nee, dat bedoel nee, ja, ja. <laughs> maar gezien dat je, he, me, mensen met economie, he, een, een zware economische achtergrond, waarschijnlijk ook wel ideeën hebben voor bepaalde dingen. Wat zijn dingen die, waar, wel, waar je al eigenlijk een beetje aan moet voldoen om zoiets te laten werken? Laten we eens even teruggaan naar de, de vorige crisis, de, de financieel economische crisis en dan 2000, de eurocrisis. Ja. Ja. Mm -hmm. En dan hebben een paar landen enorm hard bespaard, waaronder Nederland. En die hebben ook hard bespaard op onder andere de cultuursector. Je hebt, je hebt toen echt heel veel jobverlies gehad in die sector. En uh, oké, okay, om een lange verhaal kort te maken. Achteraf heb ik gezegd, dit was een enorm verkeerde beslissing. Hiermee uh, win je eigenlijk niks. Omdat natuurlijk ja, die mensen uit de cultuursector hun inkomen valt weg. Maar ja, die geven dat inkomen natuurlijk ook uit hun economie. Dus als je in een crisis begint zwaar te besparen, vernietig je inkomens... Maar natuurlijk gaat die door de consumptie nog verder gaan dalen, want die mensen kunnen minder gaan besteden enzovoort. Hè. En dus achteraf heeft Nederland dan ook gezegd, dit was eigenlijk geen goede uh, keuze. En je hebt dan een, een soort inhaalbeweging gehad. Uh, en dus nu uh, met de coronasituatie heeft men er echt op gewaakt dat er geen uh, dramatische situaties zich gaan terugvoordoen dat, dat een paar gezelschappen na een paar weken tijd moeten zeggen iedereen ontslagen eigenlijk. Mm -hmm. En we hebben geen enkel perspectief op, op een herstart. Dus je hebt daar wel uh, voor die sectoren, moet ik het zeggen, een soort bevriezing van onder andere financiële problemen. Dat is ook het geval in Denemarken. Mm -hmm. Daar is nu geloof ik een wet nog altijd van kracht die zegt eigenlijk, nu kan een bedrijf of een vereniging niet failliet gaan en je kan ook dus mensen niet vanuit het gaan laten ontslaan en dat soort zaken. Mm -hmm. Dat zijn dus tijdelijke overbruggingsmaatregelen van, van de regeringen, omdat ze weten, ja, die sectoren die gaan toch wel eens kunnen opstarten, we weten natuurlijk niet exact wanneer, maar dan is het goed dat je wel kunnen normaal terug functioneren. Anders gaat er heel veel ja, jobverlies zijn. En gaat er ook, gaan er ook veel indirecte jobs ook verloren gaan, eigenlijk. Hè. Mm -hmm. En dus, allee, ik, ik, heb, ik heb geen kijk op, op het financiële plaatje van de cultuursector. Hè. Maar ook in de horeca geldt dat vandaag. Hè. Als je natuurlijk een restaurant niet kan aan volle capaciteit gaan benutten. heb je ook financieel een ganz ander verhaal. En dus. Dan spreekt men toch wel over onder andere ja, gerichte maatregelen om die sector wat te helpen. En dan heeft men gepraat over die BTW-verlaging en mm. denkt men nu ook aan die checks die men gaat geven om mensen wat meer naar de horeca te laten gaan en dat soort zaken, mm. waarop veel kritiek ook eigenlijk te formuleren valt. Hè? En dus uiteindelijk, als men dat doet voor de sector horeca, moet men ook gaan evalu evalu evalueren en zou ook zoiets gelijkaardig. Kunnen worden ingevoerd voor de cultuursector. Dan gaan we gaan mensen cultuurchecks geven. Dat je dus weet dat die gezelschappen toch wel ook een instroom van geld kunnen krijgen op een of andere manier, Dat zou kunnen worden overwogen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, ja, elk steunmechanisme heeft voor- en nadelen. Maar je moet vooral goed weten wie wil je nu echt gaan steunen. Wil je bijvoorbeeld rond, rond de horeca checks, wil je de, de restaurants echt gaan steunen, of de klanten van die restaurants. Je moet er mm -hmm. een klein beetje mee oppassen. Als we gewoon weg checks gaan geven aan mensen, dan steun je de klanten van de restaurants. En dat is misschien voor de restaurants niet zo super interessant. Waarom niet? Als ik bijvoorbeeld per maand twee keer naar een restaurant ga, ik betaal met mijn eigen geld en krijg ik nu plotseling checks, ga ik nog twee keer gaan misschien, maar ik betaal dan met die checks. Mm -hmm. Dus de restaurants die winnen niet echt aan extra klanten eigenlijk. Hè? Mm -hmm. En dus je geeft misschien geld aan mensen die dat niet echt nodig hebben. Maar dat komt dan overal als een steunmaatregel voor de horeca. Ja. Dus je moet daar goed mee oppassen. Ja. En dus, veel economen zeggen. Beslis wie je wilt steunen. En steun dan direct. Je zou kunnen zeggen: we geven een fiscale steun of subsidie aan, aan de restaurants. En dan blijven die prijzen dezelfde. De BTW blijft dezelfde. En gaan de klanten ook misschien iets hogere prijzen moeten gaan betalen. Maar gaan die restaurants wel overeind blijven? Ja. En dus, dat, dat is niet zo simpel. Er ja. is veel discussie over. Mm -hmm. Dus, ik, ik zou eerder zeggen. Kijk naar de cultuursector als, als ruime sector en stel de vraag: wie wil je nu echt gaan steunen en ja. hoe kan dat meest efficiënt gaan gebeuren met een perspectief op normale heropstart binnen x maand? Maar x kan natuurlijk spijtig genoeg veel zijn, hè? Ja. Dat is niet noodzakelijk volgende maand. Natuurlijk, nee, nee. En uh, ze zitten nog altijd natuurlijk te praten over die uh, de dreaded second wave, de tweede golf. Die er gaat komen en die dat dan toch waarschijnlijk het snelste weer zal inhakken op plekken waar mensen mee veel bij elkaar zitten, denk ik. Dus op zich. Ze zijn ja. sommige... Of denk je dat, dat, toch... dat we daar toch niet meer naartoe gaan? Ik denk dat we niet gaan teruggaan naar echte lockdown-situaties. Ja, wat is dan, wat is dan het eigenlijk het. Hè? Want je hebt ook gezien dat bepaalde landen hebben bijvoorbeeld heel hard ingezet op groepsimmuniteit. Is dat iets wat we nu meer gaan doen? Zeggen we gaan de, de mensen die. Hè, wat, wat vaak als theorie geopperd wordt. Hè, de Amerikaanse podcaster Joe Rogan, is daar zo'n held in. Wij noemen dat altijd Bro Science. Hè, zo, zo van die gasten die zo zeggen van ja, je, het, het treft eigenlijk vaak oudere mensen of mensen die dat, die dat hè, in slechte gezondheid verkeren. Dus isoleert die en laat al de rest het maar doen, en laat de, de, de immuniteit het maar oplossen, met alle gevolgen van die, gezien dat de percentages toch zo laag zijn dat je het meer zou kunnen bekijken als collateral damage. Is dat een goed idee of is dat, is dat, is dat eigenlijk complete nonsens? Uh, ik denk dat we daar in de praktijk wel naartoe gaan gaan. Mm -hmm. uh, want ook Zweden uh, heeft lang op uh, groepsimmuniteit ingezet. Uh, heeft wel onmiddellijk eigenlijk gezegd van, kijk, als u behoort tot die risicogroepen, isoleer u zelf eigenlijk. Hè. Dus uh, Zweden heeft niet niks gedaan hoor. Heeft yeah. wel, wel maatregelen sterk geadviseerd. Maar wat blijkt nu uit al die uh, tests eigenlijk, dat het zeer traag gaat met de opbouw van die groepsimmuniteit. Dus veel trager dan verwacht. Dus dat is geen oplossing om, dat te zeggen, deze winter met, met, met volle vertrouwen uh, te kijken naar een nieuw, eventuele nieuwe heropvlakkering. Mm. Dat is denk ik niet genoeg. Uh, natuurlijk, we weten wel als bevolking min of meer wat we moeten doen om onze risico's te minimaliseren. Die les is denk ik toch wel uh, doorgedrongen. Natuurlijk, die wordt niet altijd gevolgd, onder andere die feestjes tonen het eigenlijk aan. Maar mocht er nu terug echt een heropvlakkering komen... Uh, gaat denk ik de boodschap zijn, kijk, beste burger, jullie weten wat absoluut nodig is en uh, doe dit en dwing ons niet om uh, andere maatregelen te nemen. Hè. Ja. Want allee, je hebt nu op dit moment ook in, in, in Duitsland uh, een grote heropvlakkering ja. als gevolg van uh, die Vleesfabriek. Ja, die, die gigantische vleesfabriek. Uh, maar men zegt daar, we gaan die mensen isoleren, die hebben relatief weinig contacten buiten die vleesfabriek, dus dat moet waarschijnlijk wel lukken. En men spreekt daar niet over, opnieuw in lockdown, plaatsen van gans uh, de omgeving, zeg maar. Dat was ja. wel een bijna die uh, oh, irony hè? zo de vleesindustrie, die er altijd <laughs> van gezegd wordt dat het ook wel een impact op het milieu heeft. Het milieu <laughs> is dan ook weer verwerkt met, 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 met ja. virussen en pandemieën. Uh, dan zijn we natuurlijk nog uren en uren verder, want u bent eigenlijk ook heel, heel uh, gespecialiseerd in het milieuaspect hiervan. Toch iets dat ik soms een beetje vind dat hier wat vergeten wordt uh, in heel dit... Hè, zo begrijp wat ik wil zeggen, het was wel, de laatste jaar ging alles over het klimaat, en dan komt corona, en het voelt bijna alsof dat klimaat zo'n beetje wat opzij gezet is. Terwijl dat ze toch on... on, on, on ze zijn echt zwaar verbonden, denk ik toch. Ja, je hebt een uh, verband tussen biodiversiteit en pandemie-risico's eigenlijk. Hè? <ascalien> Omdat hoe meer we gaan natuurlijk uh, onze menselijke activiteit gaan laten expansie geven in, in gebieden met... Natuurlijk soorten waarmee we normaal in contact komen, hoe meer risico dat we eigenlijk lopen ook. Hè. Maar wat u zegt over, over klimaat, ik, ik vind het toch wel, toch wel belangrijk om dat te ontkrachten. Ik bedoel hiermee, corona gaat de klimaatkwestie niet van tafel vegen. Uh, want eigenlijk, dat is ook een risico. Een risico op, op lange termijn, maar ook een zeer ingrijpend risico. Het pandemierisico werd op televisie aangekondigd vanaf de maand januari. We hebben eigenlijk zeer weinig gereageerd, of toch niet genoeg gereageerd. En dus stel u voor dat het klimaatrisico ook op deze manier wordt aangepakt, dat is, dat is allesbehalve optimaal. Hè? Plus, je moet ook eens, eens kijken naar welk perspectief brengen we de toekomstige generaties. We hebben nu al een grote overheidsschuld. Uh, dat is natuurlijk historisch gegroeid. Je hebt nu de coronafactuur, die komt daarbij. Maar als we niks doen aan klimaatbescherming, komt er ook nog eens binnen x decennia een klimaatfactuur. En dus de mensen die nu onze economie draaiende houden, die worden gevraagd om, die, ja, om te gaan met onze budgettaire situatie. Die gaan ook die coronafactuur moeten draaien, dragen. Je kan moeilijk tegen die mensen zeggen, werk maar hard en dan binnen twintig jaar komt er de klimaatfactuur nog eens bij. Dat is denk ik geen wervend project, hè. Dus je moet... Je moet, je moet en, en u vroeg dat straks ook. Wat, wat moet een, een regering doen? Ik vind ja. altijd, een regering moet... Altijd toch proberen een wervend project naar de bevolking te brengen. Waar gaan we voor? En in een paar landen zegt men: we gaan voor een, een goede klimaattoekomst. De Duitsers spreken over de energiewende en die willen, dat ook, willen natuurlijk ook wel de hereniging succes, uh, succes van maken. Hè. Mm -hmm. uh, Denemarken spreekt ook al lang over hun, hun duurzame energietoekomst, waarbij ze ook iedereen willen meekrijgen in dat verhaal. En levenskwaliteit komt altijd terug ook in dat soort verhalen. En dat vind ik wel op zich heel interessant. Wij in ons land hebben, hebben weinig van die echt wervende thema's. En daar wordt ook weinig over gepraat tijdens mm -hmm. de verkiezingen. Hè. Wie mm -hmm. praat er over levenskwaliteit? Niet zo politieke partijen, vind ik. Ik vind dat zeer eigenaardig, want dat is toch wel... Ja. Eh, hier in Antwerpen ook met die lage emissiezones. Heel wat mensen zijn bezig met die luchtkwaliteit en noem maar op. En er wordt wel lokaal over gepraat, maar dat is geen nationaal thema blijkbaar. Of ja. toch niet belangrijk genoeg. En, en natuurlijk, door te, als, als, als burger te benadrukken wat dat je wel belangrijk vindt, en ook als burgerbeweging initiatieven te nemen, zet wel natuurlijk druk op onze beleidsmakers. Hè. En dat klimaatverhaal is een verhaal van levenskwaliteit. Want minder auto's en minder verbranding van fossiele brandstoffen, dat geeft ook een betere luchtkwaliteit. En dus, je moet die zaken aan elkaar een beetje koppelen. Trouwens, met, met de coronahistorie heeft men ook vastgesteld dat. Uh, steden met veel groen zijn de mensen meer tevreden, mm. want het is, het is leuk om eens te kunnen op zijn minst in een parkje te gaan als je in een bepaalde omgeving zit. En dus ik zie toch wel dat heel veel steden dat echt goed beseffen en werk maken van die groenzones en echt de lange termijn ambitie hebben wat betreft groenzones in de stad, ook ter bescherming tegen, uh, te, bescherming tegen hoge temperaturen eigenlijk ook. Hè. En dus dat zijn zaken die je aan elkaar kan koppelen. Maar terug, het gaat niet echt over zoveel gram CO2. Hè. Het gaat echt over wat bied je aan je bevolking in termen van levenskwaliteit. En dat kan je ook moeilijk als politicus tegen zijn. Als een partij zegt van, kijk, dit project is een project van levenskwaliteit, ga dan maar eens tegen als beleidsmaker. Ja, dat is niet zo simpel. Dat was heel het corona-gegeven niet eigenlijk op dat vlak. Hè, want dat, dat, de, zelfs als je de grootste cynicus bent, als het daar allemaal over gaat. Je kon niet echt cynisch zijn over alleen op je fietsje rondrijden met bijna geen verkeer. Vogels horen fluiten. En voelen dat letterlijk. Hé, want ik ben iemand die dat last heeft van redelijk veel allergieën. Dus ik voelde echt de, de kwaliteit van de lucht opmerkelijk beter zijn. Ook. Het was ja. bijna alsof dat je voor de eerste keer in je leven. Hé, iets, ik heb iets meegemaakt, en wij allemaal, maar ik bedoel, dat ik nooit gedacht had dat ik ging meemaken. Namelijk, het stopzetten. Van de malle molen. Ik ja, ja. had altijd gedacht: het gaat alleen nog maar meer worden. Het verkeer gaat alleen nog maar erger worden. Ik heb, in de, nee, ik heb bijvoorbeeld nog maar een goede 15 jaar mijn rijbewijs. Maar ik heb het in die tijd al afzienbaar veel drukker zien worden ja. dan, dat het, dan dat het was. Veel meer files, veel langer onderweg, veel meer gedoe. En dan denkt je ook: ja, als je dat allemaal voelt. Ga, heeft dat echt iets permanent veranderd bij mensen, dat ze toch voelen? Misschien moeten we daar toch echt naartoe? Of zijn we dat ook maar even snel terug vergeten wanneer het allemaal terug, uh, terug op gang draait? Ja, elke mens is natuurlijk anders. Hè? Dus mm -hmm. ik kan niet praten voor uh, de rest van de bevolking. Maar ik denk dat veel mensen toch wel aspecten hebben geapprecieerd. Mm -hmm. Los daarvan weten we nu ook wel dat. Uh, de zaken die onder andere levenskwaliteit brengen, dat is ook geen science fiction. Dat zijn vrij simpele zaken, eigenlijk. Zoals groenzones en ook uh, aangename wandelzones en fietszones. Dus dat zijn haalbare projecten die eigenlijk uh, alleen maar voordelen met zich meebrengen. Dus ik denk wel dat dat besef uh, verankerd is. En dat we dat toch wel gaan overal zien als een belangrijk element. Dat gaan we niet plotseling vergeten, denk ik. We gaan denk ik niet terug. Uh, in je file gaan staan binnen, binnen twee, drie maanden en alles vergeten zijn van wat er is gebeurd in de maand maart. Dat lijkt me toch wel zeer onwaarschijnlijk. Plus, als natuurlijk meer mensen zeggen. telewerken, dat bevalt mij wel tamelijk goed en mijn werkgever heeft dat nu ook uh, kunnen appreciëren. Ik ben ook uh, productief geweest, om zo maar te zeggen. Dat gaat dat ook al op zich, denk ik, een impact kunnen hebben. Dat gaat ook een impact hebben hoe gaan we onze, onze bedrijven gaan organiseren, eigenlijk. Hè? En. Uh, je moet niet erom per se in je eigen woning werken, hè? want ja, je hebt misschien uh, kleine kinderen die veel thuis zijn, of je hebt niet veel plaats en zo. Je hebt nu meer en meer grotere ondernemingen die ergens regionaal, ergens een soort kantoor in, een gemeenschappelijke werkplaats uh, huren, waar dan mensen uit die regio ook kunnen gaan samenwerken. En dat gaat volgens mij wel een boost krijgen in de komende hmm. maanden. Dat geeft ook een belangrijke kostenbesparing, niet alleen tijd, hè? maar ook een belangrijke kostenbesparing. Waarom zou moeten een onderneming zeer dure vierkante meters gaan huren in Brussel, als je op een veel goedkopere manier bijna even efficiënt met je werknemers kunt omgaan. En niet echt alle dagen natuurlijk, hè. je moet nog altijd dat menselijk contact ook een beetje mm -hmm. voeden, zeker en vast. Hè. En dat mm -hmm. moet ook een beetje passen bij je persoonlijkheid. En iedereen vindt dat leuk om altijd naar schermen scherm te staan en te praten met mensen. Maar voor zij die dat, dat, dat goed kunnen doen, gaat dat volgens mij toch wel iets zijn dat zeker en vast verankerd gaat worden. Mm. Wat ik wel interessant vond, wat je er juist zei, was het, uh, was het gegeven van uh, van wervende ideeën. Uh, ja. omdat, omdat, zelfs als je, als je uh, bijvoorbeeld de lage emissiezones aanhaalt, dan was hier precies nog altijd meer het gevoel dat dat ging om een boete voor met een auto te rijden, dan ja. dat het ging om de wereld beter te maken. Ook natuurlijk omdat dat werd verteld terwijl er een cruise ship kwam ja. aanmeren. Ja. Want op zich zit het daar vaak. Hè? Ja, maar het zit ook wel, vind ik, in de manier waarop het overgebracht wordt. Hè? Bij, ons, bij ons heel vaak. Je, je kunt zeggen, we gaan naar, naar een betere lucht- en levenskwaliteit. Of je kunt zeggen. het gaat daar kosten als je met een oude notto in de stad rijdt. En dat is een ander ding dat dat in je kop doet. Want, want de meeste mensen zullen dan alleen maar klagen over die kost en minder baten erbij zien, omdat die veel minder benadrukt worden, heb ja. ik toch het gevoel. Ja, nu, ik, ik kan dat best volgen, maar dat is in mijn ogen het gevolg van een groot informatieprobleem. Wij hmm. beseffen echt niet goed wat de factuur is van een slechte luchtkwaliteit. Ik geef ook die cijfers in mijn boek. Het Europese Milieuagentschap heeft een paar jaar geleden berekend dat in Europa ongeveer ja, 430.000 mensen voortijdig overlijden als gevolg van luchtverontreiniging. Mm. En voor België komt dat neer op ongeveer 9.000 voortijdige overlijdens elk jaar, als gevolg van fijnstof, een hoge fijnstofconcentratie. Nu, 9.000 elk jaar, belangrijk is wel, dat komt dus echt terug jaar na jaar. Nu hebben we natuurlijk ook bijna, bijna 10.000 COVID-19-slachtoffers, afhankelijk van uw, van uw tellingen. En Daarvoor hebben we de economie geblokkeerd en we hebben daar obsessief ons mee bezig gehouden, terecht. Hè? We leggen alles plat. Wat zijn er maar 10.000? Terwijl fijnstof zijn er ook, volgens het EEA, het, uh, het uh, Kopenhagen Instituut geloof ik, zijn het ook 9.000 per jaar. En dus daar zijn we veel minder mee bezig eigenlijk. Iedereen weet, ja, die fijnstofconcentratie, dat is niet goed. Mm -hmm. Maar ja, ik heb toch mijn noten nodig, want ik moet mijn kinderen gaan afzetten op de oppas en dan gaan we boodschappen doen daarna. Dus ik kan toch moeilijk alles met een tram gaan doen, zo'n zaken. Mm -hmm. Oké, okay, iedereen zijn vrij wat dat betreft, maar niet vergeten, de, de factuur voor de maatschappij is helemaal niet miniem. En dus, ik vind het een klein beetje bizar dat we overlijdens aan COVID-19 enorm uh, benadrukken en uh, ja... Daar alles aan koppelen, terwijl wie gewoon overlijdt aan gewone luchtvervuiling. ja, dat, is, dat hoort erbij, blijkbaar. Dat klopt, denk ik, niet. Mm -hmm. Dat moeten we ook wel. Dus wat ik wil zeggen is. die investering in de levenskwaliteit. dat heeft ook een zeer hoog maatschappelijk rendement. Hè. Het zijn terug weer al de mensen met een zwakkere gezondheid. die, die hierdoor. Gelukkig gespaard gaan worden. En die kunnen letterlijk hierdoor uh, extra levensjaren genieten. Wat toch wel, om een zacht te zeggen, een belangrijk element in die discussies eigenlijk is. Mm -hmm. Het gaat dus niet alleen over boetes geven aan mensen met een houten auto. Het gaat ook proberen te werken aan die omschakeling. Dat we kunnen ook terug hier gezondheidskosten gaan minimaliseren. Dat is een heel belangrijk aspect daarbij. Ja. En als je denkt dat we, dat we misschien om, <hijf> om, om af te sluiten. Hè, met een uh, positieve noot of zo. <hijf> als je zou zeggen dat we. Dat we dat we richting, is het niet gewoon belangrijk, of ik zou het zo zeggen, dat er, dat er meer um, vanuit een inderdaad opbouwend idee nu dingen gaan gebeuren. Dan in plaats van altijd een soort pessimisme, wat ik toch vind dat zoiets heel eigen aan een Vlaming of <laughs> zo. Zo gezien altijd vanuit buiten, ja, dat lossen we wel even op. We schaffen dat en al wat dat gonswoord is: ja, ja, het zal wel. Zo, ik zal het wel weer mogen betalen. Zo, hè, er zit een soort on on ook onwaarschijnlijk gebrek aan vertrouwen in beleidsmakers en politici ja. bij ons nu momenteel. Er wordt, er wordt eigenlijk bijna geen woord meer geloofd van wat die mensen zeggen. We zitten toch mee een serieus probleem als we letterlijk gaan moeten gaan naar, naar een, een optimistischere manier van naar de toekomst te kijken en van daadwerkelijk lessen te trekken hieruit. Zonder dat je meteen al, al uh, ja, het gevoel hebt dat je moet, moet botsen op een hoop onwaarschijnlijke traagheid in cynisme en onderling gebekvecht dat zelfs niks meer te maken heeft met de kwestie. Maar uiteindelijk gaat het allemaal niet meer vooruit. Nee, dat, dat klopt. En, en je moet denk ik ook kritisch zijn. We kunnen denk ik moeilijk als bevolking collectief applaus geven voor het feit dat we niet eens een regering kunnen vormen. Mm -hmm. Daar kan je moeilijk, vind ik, uh, enthousiast over zijn. Ja. Hè? Dus daar moeten we zeker en vast uh, kritisch tegenover staan. Nu, wat we ook willen weten is dat, uh, weer al, de, de noodzakelijke verbeteringen, dat is dikwijls geen science fiction. Dat is ook gebeurd in andere landen, dus je kan eigenlijk je niet lang blijven wegsteken achter, laten we zeggen, ja, maar ja, is dat wel gaat dat werken, is dat haalbaar? Je kan dikwijls dingen halen uit wat in andere landen effectief is gebeurd. Maar terug, je moet dat als een wervend project presenteren om iedereen mee te krijgen in dat verhaal. En mm -hmm. dat is heel belangrijk. En, en en dan is in mijn ogen de eerste taak is welk project willen we voor ons land eigenlijk uittekenen tussen vandaag en pakweg 2030? En dat weten we, er zijn een paar zaken die niet optimaal verlopen. Er is, er is natuurlijk uh, heel veel onzekerheid, hè. maar we moeten ook wat kijken naar de grote trends die in onze maatschappij een impact maken. En ik heb al gesproken dat straks ook over het feit dat scholden minder en minder economische kansen krijgen. Ik vind dat een heel belangrijk element. Daar moeten we zeker en vast op, op inzetten. Dus we moeten niet alleen spreken over jobs, jobs, jobs. Ik ben ermee zeker akkoord als econoom, maar ook jobs voor alle profielen in de maatschappij. Want de mensen met de high skills, ja, die hebben altijd zeer mooie jobs. Hè. Mm -hmm. Maar je moet ook kijken naar andere soorten jobs. Hè. Mensen met een, een beperkte opleiding of mensen die een ander pad willen gaan bewandelen. Je moet je ook ergens een beetje zekerheid proberen te bieden in de maatschappij. En dat kan terug gebeuren door gebruik te maken van ervaringen in het buitenland. Je kan die wat gaan aanpassen aan de lokale context. Maar terug, dat is geen echte science fiction. Je kan ook terugvallen op zeer goede economische analyses van wat werkt wel, wat werkt niet, wat is er voor nodig. Dus dat is eigenlijk wel, wel haalbaar. Maar men moet natuurlijk er effectief willen aan beginnen. En het is niet makkelijk. Hé. U heeft 100% gelijk. Mm. Maar niks is makkelijk, en dat hoeft ook niet. Wat heeft trouwens. Ja, die gezegd in 1961: Wij vliegen naar de maan. En waarom doen we dat? Omdat dat extreem moeilijk gaat zijn. Mm -hmm. Daarom doen we dat. Ja. En natuurlijk, naar de maan vliegen is natuurlijk een zeer symbolisch project. Hè. Maar je kan ook hier, laten we zeggen, wij gaan echt werken, van een meer, werken aan een meer inclusieve economie en maatschappij. Er zijn genoeg uitdagingen, denk ik. Hè. En dus we moeten ons economisch weefsel goed versterken en ook zo inclusief mogelijk organiseren. En je moet dan natuurlijk beleidskeuzes maken, maar terug, je moet er voor de tijd nemen, en dan kan er zeker en vast wel een kentering komen. Ik wil ook misschien even benadrukken dat wat is gebeurd in de landen rond ons, uh, denk aan de Duitse arbeidsmarkthervormingen, die enorm veel impact hebben gehad. Wel, het heeft ook ginder ongeveer tien jaar geduurd voor een effectief kon beginnen. Hè. Maar dan is het wel snel gegaan, met, met veel impact eigenlijk. Dus ook daar, ja, die, die voorbereidingstijd... Je hebt daar ook oppositie en dat soort zaken. Uh, het gaat nergens, denk ik, echt gemakkelijk. België is een moeilijk land, maar is niet het enige moeilijke land. Hè? Uh, ook Duitsland is behoorlijk moeilijk. Uh, Zwitserland is ook niet echt een heel simpel land. Hè? Je hebt daar wel andere afspraken. Maar dus een zeer eenvoudig land. Ik kan u niet echt een voorbeeld geven van een zeer eenvoudig land. Het is overal een beetje wringen en trekken. Maar dus, uh, ik denk dat nu, met wat er nu gebeurt, met de uh, economische impact... Met uh, het algemeen besef van, kijk, onze structuren zijn niet echt optimaal. Dat er nu veel meer bereidheid is tot echte actie dan pakweg in februari van ditzelfde jaar eigenlijk. Mm -hmm. En alle beleidsmakers uh, zeggen het ook op televisie: van het moet anders. Hè? Je had nog een interview met Philippe de Bakker, die heeft gezegd: niks werkt in dit land. Mm -hmm. Als een minister dat zegt. Is de enige reactie van zijn partij en van de andere regeringspartijen? Doe er iets aan op een geloofwaardige manier, denk ik. Ja, wel. Um, Gewoon mooier kunnen we niet eindigen, denk ik. Een oproep aan alle beleidsmakers: uh, gebruik eens wat wervende taal, in godsnaam. Hè? Wie weet, kan het dan vooruit. Professor Dr. Johan Albrecht, merci om langs te komen. Het was uh, zeer verhelderend en heel leuk om naar te luisteren. boek Corona, Corona Shock ligt ook in de winkels, uh, uitgeverij Borgerhof en Lambrichts. Denk ik dat je ook kunt bestellen overal online, neem ik aan, en via alle gewone kanalen. Merci om hier te zijn. Dank u wel. Uh, ik wens uh, ons allemaal een vele betere toekomst toe. <laughs> dat je hier binnen een paar jaar kunnen komen vertellen hoe hard we het allemaal verbeterd hebben sinds dit boek. En uh, dat was het voor ons voor deze week. Dus uh, ik was Alex, dat is Andries, professor dr. Johan Albrecht. Dit was het voor Welcome to the AA. Tot volgende week. When we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. AA, uh niets -huh. en hieraan jij de zorg als het ergens over moet gaan. Sindelis te. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.